This message, the sixfold purpose of Gabriel's visit to Daniel, was delivered on Sunday evening, July 30, 1961, at the Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. Hier die boodskap. Die sesvoudige doel van Gabriel se besoek aan Daniel was gelewer op Sondag aand, 30 Julie 1961, by die Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, VSA. I'm so amazed at our little teenagers this morning, the little, you know, little Fifi and Fifi, the little, you know, 16. Maar so verbaas oor die ons klein tieners van môre, die klein, julle weet, klein Fifi en Fifi, die klein, die julle weet, 16s. And they come in the church, you know, about little girls about that age, they want to look pretty, you know. En hulle kom in die kerk in, julle weet, omtrent klein meisjes, omtrent haar ouderdom. Hulle wil mooi lyk, julle weet. Them, you know, hairs all curled up on top of his. Hulle, julle weet, haar is gekrul bo op hulle kop. I noticed them as that preacher just kept wilting down. Ek het opgelet terwijl ek gepreek het. Net aan hoe verlep, verlep. En naderhand het hulle dit uit hulle gesig geblaas. The curls all came. Die krullen allemaal stijl. Sister Downey's little girl and I noticed her. Sister Downey's een klein dochtertje en ik heb haar opgelet. Little brother Collins, what's her name? Betty. En klein broer Collins een klein. Wat is haar naam? Klein Betty. I kind of just laughed a little bit to myself. Ik heb een soort van een klein beetje gelacht bij mezelf. But I seen all the pretty, you know, all fixed up and then it was Maar ik heb al die mooie gezien, jullie weten, mooi gemaakt. En toen net daarna was dit. Well, bless your heart, honey, you're pretty to me anyhow. That's right. Amen. Wel, zien jullie harten, schat, jullie is mooi voor mij, in elk geval, dat is recht. Pretty is a pretty spirit that will come and set meetings like that and listen to the gospel. Amen. Mooi is een mooi geest wat zal komen en in zulke diensten zal zitten en luisteren naar die evangelie. That's what makes a girl pretty. Dat is wat een meisje mooi maakt. And I think any real boy that's worth marrying thinks the same thing. En ik denk enige ware zoon wat waardig is om mee te trouwen. Denk diezelfde ding. Thank you, sir. Dank je, meneer. Dat is goed. Somebody agree with me. That's right. Iemand stemt samen met mij. Dus recht. All right, I believe it. That is the truth. Goed. Ik geloof dat het de waarheid is. Isn't that strange to turn right straight to Daniel 9? When open my Bible. Nou is dit niet straks niet. Ik heb recht dat Daniel 9 geblaaid toen ik mijn Bijbel opmaak. I usually tell everybody, don't take their coat off, it's got a hole in their shirt, so I hope mine hasn't. Nou, ik zeg gewoonlijk voor allemaal, om niet een baaikje uit te trekken wat een gat in de hemp heeft. Zweek op mijne het niet. But I've seen the time where I couldn't take it off with the hole in the shirt, sure enough. Maar ik heb die tijd beleefd waar ik dat niet kon uittrekken, met een gat in mijn hemp, verzeker. And I guess this one hasn't. En ik reken hier die in het niet. Now, all for myself, and I believe for the audience, we appreciate the presence of the Holy Spirit this morning. Amen. No, for myself, ons, en ik geloof voor die gehoor, waardeer ons die tegenwoordigheid van de Heilige Geest van morgen. And we appreciate the fellowship and presence of each other. En ons waardeer die gemeenschap en tegenwoordigheid van elkaar. How sweet. How good, how pleasant for brethren to dwell together in unity. Hoe zoet, hoe goed, hoe aangenaam voor broers om te verkeer in eenheid. It's like the precious anointing oil that run down the Aaron's beard all the way to the hems of his skirt. Dus zoals de kostbare salvingsolie wat van Aaron's baard afgelopen het, al die pad tot bij de zwemmen van zijn kleed.
I went over to eat today over at the Blue Boar. Ek het oorgegaan om vandag te eet. Oor kan by die Blue Boar. Who did I get into over there but Brother Bill here and Sister Dallas? En wie anders het daar oor kan draak geloop? Behalwe Broer Bill hier en Sister Dow. Sitting there just eating away some of the best looking fried chicken I ever seen. Wat hier sit, wat het besig was om van die beste gebraaide hoender te eet. Wat ek al gesien het. And just having a wonderful time sweating right out of it, you know. En wat 'n wonderlike tyd gehad het. Dit het aan die uitsweet, julle weet. Went on upstairs and met a big portion of the church up there and they won't even pay for my dinner. Het met die trappe op boontoe gegaan en 'n groot deel van die kerk daar gekry. En hulle wou selfs vir my middagete betaal. Now that was really nice, I appreciate that. No, dit was baie bedagsaam. Ik waardeer dit. When I got home here come Billy with a box of tomatoes that somebody brought me all the way from that nice cool state of Georgia down there. Toen ik bij de huis kom, hier kom Billy met de doos tomaties wat iemand voor mij gebracht heeft. Al die pad vanaf daar die lekker cool staat van Georgia daaronder. Where it's so cool down there, they tell me about this time. Waar het zo cool daaronder is, zeilde voor mij rondom hier die tijd. I met a little fella outside, I was coming off of my interviews this afternoon. John heeft een klein kerel buiten ontmoet. Ik heb van mijn onderhoud afgekomen, vanmiddag. Coming down to the church about an hour and a half ago, and the little kind of a young fella outside, he said. En bij die kerk gekomen omtrent een uur en een half geleden, en die klein, zwart van een jong kerel, buiten, hij heeft gezegd. I said, hot, he said, it sure is. Ik heb gezegd, het is warm. Hij heeft gezegd, dit is verzeker. I knew he was from Georgia, so he said, sure is hot down in Georgia. Ik heb geweten, hij was van Georgia af. Zo hij heeft gezegd, het is zekerlijk warm onder in Georgia. Well, we're trying to escape a hot place, aren't we? Wel, ons proberen van een warmer plek ontsnapt, niet waar niet? Yeah, that's what we're here for. Dus waar voor ons hier is. Thank you so much, friends, for all your goodness. What would I do without you? Bye, dank je vrienden, voor al jullie goedheid. Wat zal ik zonder jullie doen? Just what would I do without you? Wat zal ik net zonder jullie doen? If I had nobody that loved me, nobody that would listen to the message, all my message would be no good at all. Als ik niemand gehad het wat mij lief gehad het niet, niemand wat naar die boodschap geluisterd het niet, zou mijn hele boodschap niks betekenen het niet. I can't preach at the telephone poles in trees. They wouldn't understand it. Ik kan het niet voor die telefoonpalen en bloemen preek niet. Hulle zou het niet verstaan niet. So it's got to be people like you all and will come and listen to it. So, dat moet mensen zoals jullie wees, wat zal komen en daarna luisteren. And when you come and sit in a hot place like this and this. En wanneer jullie komen en in een warm plek zoals hier zit en dus. My wife said she liked to burn up back there this morning. Mijn vrouw zei, ze het amper uitgebrand daarachter vanmorgen. And to see people and sometimes sick people. At sitting in the meetings like that. En om mensen te zien in partij, maar ziek mensen. Wat in daar die diensten zit zoals daar die. God give you a beautiful, lovely home in glory is my prayer. God geef jullie een prachtige, lieflijke thuiste in die heerlijkheid is mijn gebed. And I just hope and trust that he'll do that. En ik hoop en vertrouw net dat hij dat zal doen. Now, let's see my coat. Somebody tuck it over here. No, laat ons zien, mijn baaikie. Iemand heeft het oor kan toegeneem. And I got to do a little reading tonight. En ik moet een beetje leeswerk doen vanavond. How many is enjoying the first parts of this? Hoeveel geniet die eerste delen hiervan? Oh, if it just wasn't so hot, we'd just keep right on going, right on through the week with the book of the Revelation. Als het net niet zo warm was niet. Zoals het recht bleef voortgaan, recht aan deur die week met die. Die boek van de openbaring. I just love it. I just live in it. Ik hou net daarvan. Ik leef net daarin. And you pray kindly for me this week because next Sunday, I've, the Lord willing, I've got to meet that placing those weeks together. En bid jullie soort van voor mij hier die week. Omdat volgende zondag ik, als de Heer wil ik daarvoor te staan kom. Om daar die weken samen te voegen. And that's something that I do not know nothing about. En dat is iets waarvan ik niks weet niet. And so I'm just going to trust the Lord that he'll have the answer for me. En zo ga ik net de Heer vertrouwen dat hij die antwoord mij zal hebben. And I
I've read several different men who spoke of it, who wrote of it. En ik het uit een hele paar verschillende mannen gelezen, wat daarvan gepraat het, wat daarvan geschreven het. I've read the footnotes here on Dr. Scofield, a great scholar. Ik heb die voetnotas gelezen hier van Dr. Scofield, een groot student. I certainly couldn't agree with him on many of his footnotes, because I can't see where it's got to make the picture right. Maar kon verzeker niet met hem samenstemmen niet op baie van zijn voetnotas niet, omdat ik niet kan zien niet waar dat moet die prentje recht maken. Now if you put like a jigsaw puzzle together. Nou als jij zoals een legkaart zo voltooi. And the first thing you know, you say, well, this goes up here. And, well, I'm sure this goes up here. En de eerste ding waarvan je weet, zeg jij, well, dit komt hierboe. Nee, ik is zeker dat komt hierboe. Well, you got to look over here at your pattern to see what you're doing. Wel, je moet hier hoor gaan kijken naar je patroon om te zien wat je doet. And then if you don't, you'll get your scene all mixed up. En dan als jij niet, zal je jouw toneel helemaal door elkaar maken. Now what if you had a picture of a great beautiful countryside and a cow picking grass up on the top of a tree? Nou, wat is je geneem het? Een prentje gehad het van een groot prachtige platteland en een koei wat gras vreet boer in die top van een boom? Now that wouldn't be right, would it? Because you don't pick grass on top of a tree. Nou, dat zou niet recht wees niet, zou dat? Want ze vreet die gras in die top van een boom niet. So that's the way it is. If the Holy Spirit doesn't place that scripture together, then you got the whole great picture of redemption. So that's hoe dat is. Als jij die Heilige Geest in die schrift samenvoegt niet, dan heb je die hele groot voorstelling van verlossing. That's what we want, the truth. Dat's wat ons wil hebben, die waarheid. And until we know the truth, we'll just leave it alone. En totdat ons die waarheid kent, zal ons dat net uitlos. And then when God gives us the truth, well then I'll speak of it. En dan wanneer God ons die waarheid geeft, ja, dan zal ik daarvan praten. You know what? I guess Brother Roy Slaughter and some of the old timers here started back under a long time ago. Jullie weet wat? Ik reken Broer Roy Slaughter en een partij van de oude mensen hier wat een lang tijd geleden begon het. That was for about I guess the first 3 or 4 years of my ministry right at the tabernacle, I wouldn't even preach on the subject of hell. Daar was er omtrent, ik reken die eerste 3 of 4 jaar van mijn bediening, recht hier bij die tabernakel, wat ik niet eens zo preek over die onderwerp van jou niet. Because I couldn't make out whether it was a burning place, whether it was a grave. Omdat ik niet kon uitmaken of het een brandende plek was, of het een graf was niet. And every time the word spoke grave, I get the translation that Hades is a grave. In elke keer wat die woord gesprek is, graf, zo ik die vertaling krijg. Wat gezegd? Hades is die graf. Every time it spoke of hell, Hades the grave. Elke keer heeft het gepraat van jou, Hades die graf. And I just left it alone. So I really found out what I was speaking about and I preached on hell. En ik heb het net met rust gelaten, totdat ik recht heb uit. Gevonden het waar, want het gepraat het. Toen heb ik over die al gepreek. So when I really found out the whole picture and seen where it was at. Zo, toen ik recht op die hele prentje uitgevonden het en gezien het wat het was. Because I feel that a minister is responsible to God, what he tells that congregation. Amen. Because they're going to hold right on to them. Want ik voel dat de prediker verantwoordelijk is aan God. Wat hij die gemeente vertelt. Want we gaan net daarin vast. And so then, what if I've got them holding on the wrong place and then the time comes up where that hope won't stand? En zo dan, wat als ik hulle laat vasthou aan die verkeerde plek? En dan komt die tijd wanneer daar die greepie zal staan, doe niet? Sam? And that vision the Lord gave me some time ago when those millions. En daar die visioen wat die Heer mij gegeven heeft, een tijd geleden, toen daar die miljoenen. When that one speaking to me said, you'll be judged first by the gospel you preach. Toen daar een wat met mij gepraat het, gezegd, jij zal geoordeeld worden, eerste, door de evangelie wat jij preek. That's it. I preached the same thing Paul did, and the rest of them. Ik heb gezegd, ik heb diezelfde ding gepreek wat Paulus het, en de rest van hulle. All those millions of voices screamed out, we are resting on that. En al daar miljoenen van stemmen het uitgeschreeuwd, ons rust daarop. That was it, see? Right. That was that. Sin, recht. So,
I want to continue on tonight now so we won't be too long. So ek wil voortgaan nou, so ons wil nie te lang wees nie. Don't forget now, I did this morning, I got a little note. En moenie nou vergeet, nou vanmorgen, ek het 'n klein nootetjies hier. This morning I spoke on Daniel in captivity. Vanmorgen het ek gepraat oor Daniel in gevangenskap. Gabriel coming to him and instructed him of the future. Gabriel, wat daar hom toe kom en hom opdrag gee oor die toekoms. That's what we had this morning, the instruction of the future. Dus wat ons vanmorgen gehad het, die opdrag oor die toekoms. Now tonight we're talking on the sixfold purpose of Gabriel's visit to Daniel. Nou, vanaand praat ons oor die sesvoudige doel van Gabriel's bezoek aan Daniel. Next Sunday, the Lord willing, placing the 70 of weeks where they belong in the time element. And where are we standing? Volgende zondag, as die Heere wil, die 70 weke plaas, waar hulle hoort, in die tijds element. En waar staan ons? Now, if we can only find that, and make it sure, positive, then we'll know just the hour that we're living. Nou, as ons het net kan vind, en het zeker maak, positief, dan sal ons net die uur weet waar ons leven. Now, we won't know when he's coming. No one will know that. Nou, ons sal nie weet wanneer hy kom nie. Niemand sal dit weet nie. Jesus doesn't know it himself. He said he didn't. Jesus weet het zelf nie. Hy het gesê, hy weet nie. He said, just the Father only knows that. Hy het gesê, net die Vader alleen het dit geweet. Not even the angels know it. Nie eens die engelen weet het nie. None of us know when he's coming. Niemand van ons weet wanneer hy kom nie. But we can tell the hour, that the time that we're living, knowing just how close we could be. Maar ons kan die uur sê wat? Die tijd waar ons leven, weten net hoe nabij ons kan wees. Now, for a little lap over, because the boys are taking tapes of this, machines are running back in the room. Nou, voor een klein oorvleueling, want die kerels neem banden hiervan, die machine loop achter in die kamer. And the tapes, of course, are sent out everywhere. En die banden natuurlijk, hulle word uitgestuur, ooral. Now, this morning's lesson, after we reviewed back on the 4th and 5th chapter. Nou, vanochtend se les, nadat ons herzien het op die 4e en 5e hoofdstuk. Then we stuck the beginning with the 9th chapter of Daniel. Toe het ons vastgesteek bij die, begin van die 9e hoofdstuk van Daniel. And now tonight, we're continue on with the 9th chapter. En nou, vanavond, gaan ons voort met die 9e hoofdstuk. Before we approach it, let's just bow our heads for a moment and speak to the author of the word. Voordat ons het benader, laat ons net ons hoofde voor een oomblik buig en praat met die auteur van die woord. Our gracious God, we are sure that you know the very intent of our heart. Ons dierbare God, ons is zeker dat u die werkelijke bedoeling van ons hart kent. You know why we're here? U weet hoekom ons hier is? You know that we never come tonight just because that we thought it would be a nice place to come to take a little relaxation for the afternoon. En u weet dat ons nooit vanavond gekomen het net omdat ons gedank het dat zou een lekkere plek wees om na te komen nie, om een beetje ontspanning te nemen voor die middag nie. Father, I do not believe there's one person here for that purpose. Vader, ik geloof niet, daar is één persoon hier voor daar die doel niet. I believe that we are here tonight because we are deadly sincere, honest, and wanting to know, thus saith the Lord. Ik geloof dat ons hier is vanavond omdat ons dodelijk oprecht is, eerlijk, en zo spreekt de Heere, wil weet. We love you, Lord, and we love your word. Ons het u lief, Heere, en ons het u woord lief. If this place that you have provided for us, just a roof over our head and these concrete blocks, we are thankful to you for the place. En as hier die plek wat u voor ons voorzien het, net het dak voor ons kop, en hier die cementblokken, en ons is u dankbaar voor die plek. For we believe that there is a home beyond the sky, where we are headed that way. Want ons geloof dat daar het thuis de ander kant die hemel is, waar naartoe ons op pad is. And we think of our forefathers that didn't even have this privilege. And it makes us bow our hearts in shame, Lord, to even complain.
En ons dink aan ons voorouers, wat die Heer die voorreg gehad het nie. En het laat ons harte buig en skaam te Here, om selfs te kla. Now, Father, we pray that you'll open to us tonight the Scripture. No, Father, ons bid dat U vir ons die Skrif sal open vanavond. Come walk along to the side of each one of us as we go down this road tonight. Kom, stap saam aan die sy van elkeen van ons, soos ons met hierdie pad afgaan vanavond. Speak to us like you did those going to Emmaus from Jerusalem. Praat met ons soos U met hulle het, wat na Emmaus vanaf Jerusalem gegaan het. That when the service is over tonight, we might go to our different homes and say, did not our hearts burn within us, as we heard Him speaking through His Word. Dat wanneer die dienst voorbij is, vanavond ons na ons verschillende huizen zal gaan en sê, het ons hart nie in ons gebrand, soos ons om hoor praten door sy woord nie? Bless the reading. Sien die voorlesing. Bless my feeble efforts, Lord. Sien my zwak pogings, Heere. Open my mouth to that which is true and close it to that which is wrong. Maak op my mond tot dit wat waar is en maak dit toe vir wat verkeerd is. Give glory to thyself and glory in thy people that they might see the hour that we're living in the near coming of the Lord Jesus. En neem heerlijkheid voor uzelf en verheerlijk aan uw mensen dat hulle die uur mag zien waar ons leven en die nabije komst van de Heer Jezus. For we ask it in His name, the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Want ons vraagt het en zij, zijn naam, die naam van Jezus Christus. Amen. Now to lay back our scriptures for a few moments. Nou, om ons schriften te herzien voor een paar ogenblikken. We find that Daniel had been in captivity for 68 long years. Vind ons dat Daniel in gevangenschap was voor 68 lange jaren. Think of it. Denk daaraan. Now you and your paper and pencil, and didn't get it this morning, may pick it up tonight. No, jylle en jylle papier en potlood, wat het die vanochtend gekry het nie, mag dit vanavond optel. From 8606 to 538. Vanaf 606 na Christus, tot 538. Take 538 from 606, you got 68 years. Daniel had been in a captive. Trek 538 van 606 af. Je hebt 68 jaar wat Daniel was in, een gevangene. No church to go to, no sermons to hear, nothing. Geen kerk om na te gaan nie, geen preken om te hoor nie, niks. But he had some books, some scrolls, that a prophet before him had prophesied, and was with Jeremiah. Maar hij had een paar boeken gehad, een paar boekrollen, wat de profeet voor hem geprofeteerd had, en was Jeremia. Now while in studying all the scriptures, he seen time was running out. That the time of the 70 years. Nou, onderwijl bestuderen van hierdie skrifte, het hy gesien tijd was aan die uitloop, dat die tijd van die 70 jaren. And Daniel solemnly believed every word that Jeremiah the prophet spoke. En Daniel het plechtig elke woord gegloof wat Jeremia, die profeet, gesprek het. And I say to this to my class tonight. En ek sê aan hierdie, aan my klas vanavond. Should we believe our prophets? Amen. Moet ons profete glo? Yes, sir. Ja, meneer. For the word of the Lord came to the prophet. They have thus saith the Lord. Want die woord van die Heere kom na die profete. Hulle het, so spreek die Heere. And a true prophet will never vary from the other prophet's word. En een ware profeet zal nooit verschil van die andere profeet zijn woord nie. They'll never make it say something that it doesn't say. Hulle zal het nooit iets laat zeggen wat het niet zei nie. They'll say just exactly what the true prophet said. Hulle zal net precies zeggen wat die ware profeet gezegd. That makes them a prophet. Dit maakt hulle een profeet. And when they get that and then they foretell what is to come. Dan wanneer hulle dat kry en dan voorspel hulle wat gaan kom. Knowing this with fear in their heart, lest they should say something wrong and should lead somebody astray. We never want to do that. Met die wete, met vrees in de hart, voordat we iets verkeerd zou zeggen en dat iemand zou laat afdwaal.
Ons wil dit nooit doen nie. We want to be absolutely sure that we got the word of the Lord before we say, thus saith the Lord. Ons wil absoluut seker wees dat ons die woord van die Here het, voordat ons sê, so spreek die Here. Sin? It must be an absolute direct message from the throne of God, or we should never say it. Dit moet 'n absolute direkte boodskap vanaf die troon van God wees. Of ons moet dit nooit sê nie. Now, while in studying the scriptures, he sees that the 70 years was running out. Nou, in bestudering van die skrifte, het hy gesien dat die 70 jaar aan die uitloop was. So him being there 68 years, left 2 years in the future until God would restore his people back to their homeland. So, hy wat daar 68 jaar was, het 2 jaar in die toekomst gelaat, totdat God sy volk terug na hul thuisland sou herstel. While in prayer, we find out that there was a mighty angel came from heaven. Onderwijl in gebed vind ons uit dat daar een machtige engel van die hemel afgekom het. Can anybody call his name? Kan enig iemand sy naam sê? Gabriel. Gabriel. And he is the angel to the Jewish church. En hy is die engel aan die Joodse kerk. How many know that? Hoeveel weet dit? Everywhere it's Gabriel. Gabriel is the messenger to the Jewish church. Waaral is het Gabriel. Gabriel is die boodskapper aan die kerk. Die Joodse kerk. Came to Mary, came to Zachariah. Always it's Gabriel. Gekom na Maria, het gekom na Zachariah. Altijd is het Gabriel. And he's one of the great angels of heaven. En hij is een van die groot engelen van die hemel. And did not he bring our brother Daniel such a wonderful salutation from God? En het hij niet aan ons broer Daniel zo'n wonderlijke begroeting van God gebracht niet? Oh, Daniel, greatly beloved. Word Daniel, grootliks geliefde. Wouldn't that make you good to think that God loves you? Zal het jou niet goed maken om te denken dat God je lief heeft niet? If I wasn't greatly loved, I'd just like to know that I'm kind of loved a little bit up there, wouldn't you? Church. Als ik niet grootliks geliefd was, niet, zou ik net graag wel weten dat ik soort van een klein beetje liefgegeven word daarboven. Zou jullie niet? Zekerlijk. Just kind of neat, thinks of me once in a while. It just make me just want to scream to think that he even cares for me. Net soort van, hij denkt aan mij, nou en dan. Dat zou mij net wel laten schreeuwen om te denken dat hij zelfs omgeeft voor mij. And we have the assurance that he does care for us. En ons heeft die verzekering dat hij wel omgeeft voor ons. Because while we were yet sinners, Christ died in our sin, brother. Want terwijl ons nog zondaars was, heeft Christus in ons plek gesterf, broer. And now at which we were alien from God, now has made us nigh unto God, and has given us the earnest of our salvation, that is the Holy Spirit. En nou, wat ons vervreemd van God was, het ons ons nabij aan God gebring en aan ons die voorsmaak van ons verlossing gegeven. Dit is die Heilige Geest. And with a faith in there that lifts us up above the things of the world and we ride over the top of it. En met de geloof daarin, wat ons oplicht boor die dingen van die wereld en ons rijdt boor die top daarvan. That's glorious, isn't it? Amen. All right. Dus glorierijk, is dat niet? Amen. Goed. While in prayer, Gabriel came and told him that there was not only 2 more years before they were going back to the homeland, but told him the entire destination of that nation. Onderwijl in gebed het Gabriel gekom en hem verteld dat daar die slechts 2 jaar oor was voordat hij zou teruggaan naar die thuisland, maar om die hele bestemming van daar die volk verteld. Thank God. Dank daaraan. The entire destination, every journey of earth, Gabriel explained it to Daniel. Die hele bestemming, elke reis op aarde, Gabriel heeft het aan Daniel verduidelijk. That he was sent to tell Daniel this great thing. Gezegd, hij was gestuurd om Daniel die grote ding te vertellen. How that prophet must have felt. Hoe daar die profeet moest gevoel het. And he told him that there were 70 weeks. Determined upon the people unto the consummation. En hij heeft hem verteld dat daar 70 weken bepaald was voor die volk. Tot die volleinding. That's the end time. So it's all over. The consummation. Dus die eindtijd. Zo is alles voorbij. Die volleinding. He said there's 70 weeks.
Hy het gesê, daar is 70 weke. Some of them allow that to months, some to days, Sommige van hulle rekent dit as maanden, sommige as daar, sommige. If it's just actually weeks, it's only about 2 1/4 years, or 1 1/4 years of it. As dit net werkelijk week is, is daar net omtrent 2 1/4 jaar, of 1 1/4 jaar daarvan. And see you, that's what we got to find, to be truthful. En sien jy, dis wat ons moet vind, om oprecht te wees. 70 weeks are determined upon thy people. 70 weke is oor jou volk bepaal. For what purpose? For what? Vir wat doel? Vir wat? Whose people was it determined upon? Oor wiese volk was dit bepaal? Daniel's people. The Jews. Daniel's volk. Die Jode. And what was it determined for? En waarvoor was dit bepaal? Upon not only Daniel, but upon Daniel's holy city. See? Daniel's holy city. Nie net oor Daniel nie, maar oor Daniel se heilige stad. Sien, Daniel se heilige stad. Now, Christ, what was Daniel's holy city? Nou, Klas, wat was Daniel se heilige stad? Jerusalem. Jerusalem. And now, we're going to take, maybe get to it tonight, where was Jerusalem? En nou gaan ons neem, dit miskien vanaand kry, waar was Jerusalem? Who founded Jerusalem? Wie het Jerusalem gestig? You ever think of that? Het julle ooit daarin gedink? Who founded Jerusalem? Wie het Jerusalem gestig? When was it founded? Wanneer is dit gestig? We go get to that one. Ons gaan daarmee kom, mettertijd. Who founded Jerusalem? Wie het Jerusalem gestig? Boy, it's a little bitty thing hid back in a corner, but it sure tells it. Jong, dis een klein dingetje achter die hoek weggesteek, maar dit sê dit beslis. Ja, meneer. Who founded Jerusalem? And when was it founded? Wie het Jerusalem gestig en wanneer is dit gestig? All right, and that's Daniel's holy city. Goed, en dis Daniel's heilige stad. And we do understand that that city which is now been a curse for 2,000 years will be rebuilt and reestablished again. In ons verstaan dat daar die stad, wat nou een vervloeking was voor 2000 jaar, weer herbouw en hervestig zal worden. And the temple worship will be set up just like it was in the beginning. En die tempel aanbidding zal opgesteld worden, net zoals het was in die begin. That's right. Jerusalem will be. Dis reg, Jerusalem zal wees. Now, and there will be a sacrifice, a daily offering. Offered again, just like it was in the beginning. No, en daar sal een offer wees, een dagelijkse space-offer, wat weer geofferd word, net soos dit was in die begin. We're going to get into most of that, I guess, tonight, or a lot of it. Ons gaan op die meeste daarvan in, ik reken vanavond, of baie daarvan. Now I want you to know, friends, that striking all these things, I'm certainly leaving out weeks of teaching. Nou, ik wil hê, julle moet weet, vrienden, dat, door op hierdie dinge te concentreer, ek sekerlik weke van onderrigting uitlaat. But just kind of hitting it, so that when the weather cools off or a little later, when we get into those seven seals, seven vials, seven trumpets, all these things, that I can refer back and say, do you remember on the 70 weeks of Daniel? Maar deur dit net soort van te tref, zodat wanneer die weer afkoel, of een beetje later, wanneer ons ingaan op daar die seven seals, seven skale, seven basuine, al hier die dinge, dat ek kan terugverwijs en sê, onthou julle oor die 70 weke van Daniel? Do you remember the church age, when it went up and what taken place? Onthou julle die kerk hoe toe dit opgegaan het, en wat gebeur het? And these 70 weeks of Daniel covers from the going up of the church until the coming back of the church. En hier die 70 weke van Daniel, dek vanaf die opgaan van die kerk, tot die terugkomst van die kerk. That space is what it covers. Daar die bestek is wat het dek. Now, not all of 70 weeks of Daniel, part of it. No, nie die hele 70 weken van Daniel nie. Deel daarvan. 70 weeks are determined. 70 weken is bepaald. Now there was a sixfold purpose in his visit telling him what was going to come to pass. Nou, daar was een zesvoudige doel in sy bezoek, door om te vertel wat zou gebeur. Now, there was a
full purpose of his coming. No, daar was 'n sesvoudige doel van sy koms. Now tonight, I think we leave off over here in the scriptures of where that we was at this morning, where that there was a sixfold purpose. No, vanavond, dink ek sal ons vertrek van hier oorkant in die skrifte waar ons was vanmôre, waar dat daar 'n sesvoudige doel was. Here we are. Hier is ons. Now, we find out that there was the sixfold purpose. No, vind ons uit dat daar 'n sesvoudige doel was. One of it, now let's get the fourth chapter, the fourth verse, 24th verse, of the ninth chapter of Daniel. En daarvan, nou laat ons kry die vierde hoofstuk, die vierde vers, 24ste vers van die 9de hoofstuk van Daniel. And 70 weeks are determined upon thy people. En 70 weke is bepaal oor jou volk. Now remember, that is all that the journey of the Israelites will have in this earth. They are determined. 70 weeks is just determined. No, and ho, dit is al wat die reis van die Israelite op hierdie aarde sal wees. Hulle is bepaal. 70 weke is net bepaal. That's all allotted to the Jews. Dit's al wat bepaal is vir die Jode. Upon thy people and upon thy holy city. Oor jou volk en oor jou heilige stad. Therefore, this 70 weeks, now don't miss it. Daarom hier die 70 weke, nou moet het nie mis nie. It will reveal from that time to the end of the Jews and also to the end of Jerusalem. Until there will be a new city built. Dit sal vanaf daar die tyd openbaar tot die einde van die Jode en ook tot die einde van Jerusalem, totdat daar een nieuwe stad gebouwd zal worden. Now, oh, I hope we get into it real good and deep tonight. No, ek hoop ons gaan daarop in rechte, goed en diep vanavond. Are determined upon thy people and upon thy holy city. Is bepaald oor jou volk en oor jou heilige stad. What to finish the transgression. Om die oortreding te voltooi. What did he tell him now? Wat het hy hom nou vertel? He was trying to find how long it's going to be. Hy het probeer uitvind hoe lang dit sou wees. I know we're at the end time, like we are now, Lord. Ek weet ons is aan die eindtijd, soos ons nou is, Here. How many in this place tonight believe that we are at the end time? Say amen. Amen. Hoeveel in hierdie klas vanavond glo dat ons aan die eindtijd is? Say amen. Thank you. We are at the end. Dankie. Ons is aan die end. Now we're trying to find by God just how long that's going to be. Nou probeer ons vind hier God, net hoe lang dit gaan wees. What day are we living? Wat er dag leven ons in? That's why we're going back and picking up these prophets and so forth and trying to find out where we are. Dus, hoekom ons teruggaan en hierdie profete optel enzovoorts en probeer uitvind waar ons is. And that's what Daniel did. He set his face to God. En dus wat Daniel gedoen het, hy het sy gezicht naar God gewend. How many read Daniel 9 today? Raise up your hand. Hoeveel het Daniel 9 gelees vandag? Steek julle handen op. All right. God. To see his prayer, how he made his confession of his people, his confession of himself. Julle sien sy gebed, hoe hy sy belydenis van sy volk gemaakt het, en sy belydenis van homself. He wanted to be sure that he found out when they were to go back, because he wanted to get the people ready to go back. Hy was seker wees dat hy uitvind wanneer hulle moest teruggaan, want hy wou die volk gereed kry om terug te gaan. Now what I'm trying to do is find out when we're going up. And get the people ready to go up. No, wat ek probeer doen, is om uit te vind wanneer ons opgaan en die mensen gereed te kry om op te gaan. That we're ready. Dat ons gereed is. And we've set our face to God through prayers and supplications to find out, Lord, what's the hour we're living in. En ons rug ons gezicht naar God door gebede en smekende om uit te vinden, Heere, wat is de uur waar in ons leven? We've seen all these different things happening. Ons zien al hier verschillende dingen wat gebeurt. We see the world in chaos. Ons zien die wereld in chaos. We see the time at hand. Ons zien dat die tijd nabij is. The sandlight is on the wall. Everything that God said. Dit handschrift is aan de muur. Alles wat God gezegd. We hear our president speaking of another war right now coming.
Ons hoor ons president praat van nog 'n oorlog wat nou aankom. We hear prediction that within a few hours after war is predicted that nations will be nothing but volcanic dust. Ons hoor voorspelling binne 'n paar uur na die oorlog is voorspel dat volk en niks behalwe vulkanische stof sal wees nie. And we know we got it. En ons weet ons het het. So we know before that takes place the church has got to go. So ons weet voordat het plaatsvindt, moet die kerk gaan. So Lord, where are we at? So, Heere, waar wees ons? That's the reason I believe it, he'll let us know. Dus, hoekom ik geloof, hy ons sal laat weet. We set our faces to find out. Ons rug ons gezicht om uit te vind. Now, first, let's find out. Nou, eerstens, laat ons uitvind. 70 weeks are determined on the holy city to finish the transgression. 70 weken is bepaald voor uw volk, uw heilige staat, om die oortredingen te volledig. Making the end of sin. And to make reconciliations for iniquity. Die maat van die zonde vol te maken en om die ongerechtigheid te verzoen. To bring in everlasting righteousness. Om eeuwige gerechtigheid aan te brengen. To seal up the vision and prophecy and to anoint the most holy. Om visioen en profetie te verseël en om wat hoog heilig is te zalf. That was the sixfold purpose of the visitation of Gabriel. Dit was die zesvoudige doel van die bezoek van Gabriel. Now, let's start number one. Nou, laat ons begin, nummer 1. If you're to mark it, use God's pencils. Number 1. Als jullie dit wil afmerken, jullie wat potlood het, nummer 1. To finish the transgression, that's the first thing. Om die oortreding te volledigen, dat is de eerste ding. Now, to finish the transgression of Israel who transgressed against God will be the turning away of the ungodliness of Jacob. Nou, om die oortreding van Israel te volledigen, wat in God oortreedt, zal die wegdraai van die goddeloosheid van Jacob is. Now to find this, let's turn to Romans, the 11th chapter of Romans, and begin with the 21st verse of Romans 11. Nou, om dit te vinden, laat ons blaai naar Romeinen, die 11e hoofdstuk van Romeinen, en begin met die 21ste vers van Romeinen 11. Now we're going to what? Finish the transgression. Nou, gaan eens wat doen? Die oortredingen volledig. Romans 11, 21. All right. Romeinen 11, 21. Goed. For if God spared not the natural branch. Want als God die natuurlijke tak niet gespaard heeft niet. Which was who? Israel. Wat wie was? Israel. Take heed lest also spare not thee. Geer acht dat. Jou ook niet spaar niet. Now I want you, when you go home, to read this whole 11th chapter. I'm just reading this, so mark down the whole 11th chapter and read it. No, ik wil heen, jullie moet, wanneer jullie huis toe gaan, hier die hele jouwde hoofdstuk lees. Ik lees hier die net zodat. Merk die hele jouwde hoofdstuk af en lees dat. Spare not thee. Jou ook niet spaar niet. Behold, therefore the goodness thirdly of God on them which fell. Let dan op die goedertierenheid, strengheid van God, voor die wat geval het. But towards thee goodness, if thou continue in the goodness. Maar voor jou, als jij in die goedertierenheid blij. Otherwise thou shalt be cut off, also be cut off. Anders zal jij afgekapt worden. Zal jij ook afgekapt worden? And they also, if they abide not still in if they abide not still in unbelief, shall be grafted in. Maar ook hulle zal, als hulle niet in die ongeloof blij niet, ingeënt wordt. For God is able to graft them in again. Want God is machtig om hulle weer in te ent. See? Telling that there will be a time that when the Gentile will be cut out and Israel come back in again. Zijn vertel dat daar een tijd zal wees dat wanneer die heidene afgesneden zal worden en Israel weer zal inkomen. For if thou were cut out of the
of the olive tree which is wild by nature. Want as jij afgekapt is van die olijfboom wat van nature wild was. Gentiles. Heidene. And were grafted contrary to nature. En tegen de natuur ingeënt was. We were contrary to nature, aliens, without mercy, without God, with no hope at all. Ons was tegen de natuur vreemd, zonder genade, zonder God, zonder enige hoop. And God, by His mercy, to give us a chance. En God, door zijn genade, om ons een kans te geven. Cut off righteous Israel. Because of transgressions and turn them aside. Het rechtvaardige Israël afgesneden als gevolg van oortredingen en hulle terzijde gesteld. The tame olive tree and brought in a wild olive tree. Contrary to nature. Die wil, die mag olijfboom en een wilde olijfboom ingebring. Tegen die natuur. Unto a good tree, how much more shall these which be the natural branches be grafted into their own olive tree? Op die mak, boom, hoeveel te meer kan hulle dan wat het van nature is, op hulle eie olijfboom ingeënt word? All right, let's read on. Goed, laat ons aanlees. For I would not, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own conceit. Want ik wil niet hebben, broeders, dat jullie hier die verborgenheid niet moet weten, zodat jullie niet eigen wijs mag wees nie. That blindness is part of happiness of Israel, happiness to Israel, until the fullness of the Gentiles come in. Dat die verharding ten dele van Israel gekomen het, waar Israel komt, zodat die volheid van die heidenen ingegaan is. Until God is finished with the Gentiles, Israel was blinded. Zodat God klaar is met die heidenen, was Israel verblind. They went off into sin and to transgression against God because God blinded their eyes that we might be grafted in. Hulle het afgegaan in zonde en na oortredinge teen God, omdat God hulle oë verblind het, zodat ons ingeënt kan word. You get it? Begryp julle dit? 26 verse now. 26 vers nou. And so all Israel shall be saved. En zo zal die hele Israël gered worden. God blinded them purposely for you and I. God heeft alle doelbewust verblind voor jou en mij. They cannot see because God blinded them. Hulle kan niet zien, omdat God hulle verblind heeft. And all Israel, true Israel, shall be saved. En die hele Israël, ware Israël, zal gered worden. What did the angel say? Wat heeft die engel gezegd? Glory, to finish the transgression of Israel. Glorie, om die oortreding van Israël te voleindigen. I come to tell you that there will come a time when Israel's transgressions will be finished. Ik heb gekomen om jou te vertellen dat daar een tijd zal aanbreken wanneer Israël's oortreding volledig zal worden. God will cut off that wild branch and draft into that back that real branch amen, again. Amen. God zal daar die wilde tak afsnijden, daar en terug, weer daar die echte tak. Or sometimes it makes my heart jump. Them poor, miserable people cut off out yonder, not knowing where they're going. Wee, partij keer laat het mijn hart springen, daar die arme, armzalige mensen daar oor kan afgesneden te zien. Wat die weet waar dat hulle gaan nie. And thank that God in His mercy did that so I could be saved. En denk dat God zijn genade dat gedoen heeft zodat ik gered kon worden. Blinded their eyes for their own Messiah. Shut their ears up that they could not hear Him. Hulle oor verblind voor hulle eie Messias. Hulle oor het toegemaakt dat hulle hom nie kon hoor nie. Yet looked out at His miracles and looked out at His miracles and things that He was doing.
Toch recht uit naar zijn wonderwerken gekeken en recht uit naar zijn wonderwerken en dingen gekeken wat hij gedaan heeft. Matthew, I mean the 12th chapter, 8th or 12th chapter, says, though Jesus had done so many miracles, yet they could not believe. Matthäus, geloof ik, die 12e hoofdstuk of 8e of 12e hoofdstuk heeft gezegd, hoewel Jezus zoveel wonderwerken gedaan heeft, toch kon hij niet geloven. Because God said they got eyes and they can't see and ears and they can't hear unless they would see with their eyes and hear with their ears and I would convert them. Omdat God gezegd, had het oor en hulle kan nie sien nie en oore en hulle kan nie hoor nie, tensy hulle sien met hulle oor en hoor met hulle oore en ek hulle sou bekeer. But so that we could have a chance, he pulled the curtain down over his own children's eyes. Maar sodat ons 'n kans kon hê, het hy die gordyn afgetrek oor sy eie kinders se oë. Turn his own children away from the table. And turn them off the leanness of spirit that he might find. That we might have a chance to live. Giving us life. Zij kinders weggedraaien van die tafel af. En gedraaien naar die hongerstoot van die geest. Dat ik kon vind. Dat ons een kans mag geven om te leven. Ons leven kan geven. 26th verse again. 26th vers weer. And so all Israel shall be saved that it is written. There shall come out of Zion. The deliverer. And shall turn away ungodliness from Jacob. En so sal die hele Israel gered word, soos geskryf is. Die verlosser sal uit Sion kom, en sal die goddeloosheden van Jacob afwend. Yes, he will come to Mount Zion one of these days. Ja, hy sal kom na die berg Sion, een van hierdie dae. Upon the Mount of Olives, they'll recognize him and all Israel will know it's him. Op die olijfberg zal hij hem herken. En die hele Israël zal weten dat hij. The Gentiles will be finished then. Die heidenen zal dan voorbij wees. That branch that's been grafted in, God will take from it the fruit that's been gathered. And that wild branch will be. Daar die tak wat ingeënt is, God zal die vruchten wat ingezameld is, daarvan afnemen. En daar die wilde tak zal wees. And I remember all back in here as you read. En onthou nou, voors hierachter en soos julle lees. He said, if that roots was holy, and that roots was a holy root, also the fruit that comes up from that holy root will bring holy fruit. Het hy gesê, as daar die wortels heilig was, en daar die wortels een heilige wortel was, sal die vrucht wat opkom van daar die heilige wortel af, heilige vruchten bring. And if that root was Jesus Christ, who is both root and offspring of David? En als daar die wortel Jezus Christus was, wie bij de wortel oorsprong van David is? If that life was in him, come up to the Jewish generation and was cut off from them, and their eyes blinded that we might see, our lives will have to pattern with that blessed branch. Als daar die leven om was opgekomen, door die Joodse geslacht afgesneden was, van hulle was, en hulle overblind was, dat ons mag zien. Sal ons levens volgens die patroon van daar die geseende tak moet wees. Oh yes, brother. That's right. Amen. O ja, broer. Dis reg. God cut them off purposely and blinded their eyes so we could have a chance to see. Giving us an opportunity when we walk around like we're somebody. God het laat gesnijd, doelbewust, en hulle overblind, zodat onze kans kon hê om te zien. Wat onze geleentheid gegeet en ons loop rond, alsof ons iemand is. Paul tells them here, take heed how you do that. Paulus vertel hulle hier, gee ag hoe julle dit doen. Take heed for if God spared not the natural branch, how will he have any more mercy on the wild branch that's already. Gee ag, want as God niet die natuurlijke tak gespaard heeft, hoe zal hij enigszins meer genade voor die wilde tak hebben wat daar reeds? So we walk around and say, I'm Presbyterian, I'm Methodist, I'm Baptist, I'm Pentecostal. So ons loop rond, say, ex-Presbyterian, ex-Methodist, ex-Baptist, ex-Pungster. That don't mean nothing to God. Amen. Dat betekent niks voor God nie. You've got to be born again of that Holy Spirit that comes from the root. Amen. Jij moet weer geboren worden door de Heilige Geest dat van die wortel afkom. But he comes. Now remember, he's not speaking of the Gentiles. Maar hij kom
Not all. They praat van die heidene. I'm just throwing this in here so you see where the Gentiles had their chance. Ik gooi het net hier en zodat jullie kan zien waar die heidense kans was. But he come to finish the transgression. Make a finish of it. Maar hij kwam om die oortreding te beëindigen, een einde daaraan te maken. Now if we go back into Daniel again, and we'll find out that in Daniel we find out here, the 24th verse. Nou, als we weer terug in Daniel gaan, en ons al eet van dat in Daniel, ons van daaruit, die 24e vers. Alright, to finish the transgression. Goed, om die oortreding te beëindigen. To finish what? Om wat te beëindigen? To finish Israel's transgression. Om Israël's oortreding te beëindigen. What is a transgress? Wat is oortreding? Is to go against something. Is om iets tegen te gaan. A transgress against me is to do a wrong to me. Oortreding tegen mij is om verkeerd tegen mij te doen. Transgress against you is to do a wrong to you. Oortreding tegen jou is om verkeerd tegen jou te doen. So Israel did a wrong to God. So Israel het verkeerd in God gedoen. And in this 70th week, what's going to happen? En in hier die 70ste week, gaan wat gebeuren? God is going to finish the transgression of Israel. Gaan God die oortreding van Israel volledig? Finish the transgression. We'll be turning away the ungodliness from Jacob. De oortreding volledig zal wees die goddeloosheid van Jacob afwend. And then all Israel will be born again. En dan zal die hele Israël weer geboren worden. All of them will receive the Holy Spirit. Allemaal van hulle zal de Heilige Geest ontvangen. Now, number two, write that down on your paper. No, number two, schrijf daar die neer op jullie papier. We can stay a long time on that, but I don't want to go to preaching on it. Ons kan een lang tijd daarop blijven, maar ik wil niet beginnen preek daarover niet. I just want to talk to you so that you can get it down close. Wel net met jullie praat, zodat jullie dat begrijpen. When we get into these seven seals, then we'll just move right on through the church, through the seals, through the flags, and know where we're standing. Wanneer ons ingaan en daar die zeven seals, dan zal je net rechtuit aan door die kerk bewegen, door die seals, door die pla, en weet waar we staan. Alright. Number two, make an end of sin. Goed. Nummer twee, die maat van die zondes vol te maken. Now let's read again. Daniel, to finish transgression and make an end of sin. Nou, laat ons weer lees. Daniel, om oortreding te beëindigen en die maat van die zondes vol te maken. That's the second purpose of coming. Dus die tweede doel van zijn komst. First is to finish Israel's transgression and to make an end of sin. Eerstens, als om Israël's oortreding wil eindigen en om die maat van die zondes vol te maken. Where did Israel sin? Waar heeft Israël gezondigd? Where did they do their vital sin? Waar heeft hulle belangrijkste zonde gedaan? Where did they separate themselves from God? Waar het hulle hulzelf van God gescheiden? Now, listen close. Nou, luister aandachtig. Let's turn to St. Matthew 24. Laat ons blij naar Matthäus 24. And here's where Israel made her fatal mistake. En hier is waar Israël haar fatale fout begaan het. Here's where she done her last sin. Hier is waar ze haar laatste zonde gedoen het. And the reason she's in the condition today. En die reden waarom zij in die toestand is vandaag. Matthew, the 27th chapter of St. Matthew's Gospel. And the 25th verse of the 27th chapter. Matthäus, die 27e hoofdstuk van Matthäus, zijn evangelie. En die 25e vers van die 27e hoofdstuk. Let's begin about the 21st verse. Laat ons beginnen om en bij die 21ste vers. The governor answered and said unto them, whether are these twain will ye that I release unto you? Toe antwoord de gouverneur en zei voor hulle, wie van die twee wil julle heen moet ik voor julle loslaat? And they said Barabbas. En hulle antwoord, Barabbas. Now remember, that's Israel. Onthoud nou, dat is Israel. Barabbas.
Barabbas. Pilate said unto them, What shall I do with Jesus, which is called Christ? Pilate zei voor hulle, Wat moet ik doen met Jezus wat genoemd wordt Christus? Listen at him. Luister naar hulle. They all said unto him, Let him be crucified. Hulle zei allemaal voor hem, Laat hem gekruisigd worden. Remember, that's their Messiah that Daniel said would come. Onthoud, dat hulle Messias wat Daniel gezegd zou komen. Remember this morning, in the lesson here, he'll be cut off, not for himself, not nothing he did. Onthoud vanmorgen in die les hier, hij zal uitgeroeid worden, zonder iets van hemzelf, niks wat hij gedoen heeft niet. Let him be crucified. Laat hem gekruisigd worden. And the governor said, Why, what evil has he done? En de gouverneur zei, wat er kwaad had hij dan gedaan? But they cried out the more, saying, Let him be crucified. Maar hulle schreeuwde nog harder en zei, Laat hem gekruisigd worden. Then Pilate saw that he could prevail nothing, but rather a tumult was made. And he took water and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this just person. See to it. En toen Sint Pilatus dat niks helpt niet. Maar daar iedere oproep kwam. En het heeft water geneem en zijn handen voor die schade gewassen en gezegd. Ik is onschuldig aan het bloed van hier die rechtvaardige man. Kan toezien. Listen, here's your mistake. Here's your sin. Luister, hier is een fout. Hier is een zonde. Then answered the people and said, His blood be on us and on our children. En die volk antwoordde en zei, Laat zijn bloed op ons en op ons kinders kom. There's where they done it. Dat is waar hulle dat gedoen het. He was making it in the sin for them. Hij had die maat van die zonde volgemaakt voor hulle. How could he do anything else but forgive them, knowing that he had to blind their eyes that we could come in? Hoe kon hij enig iets anders doen als om hulle te vergeven, wetende dat hij hulle oor moest verblind, zodat ons kon inkomen? It's like his own children calling for his blood. Dus was zijn eigen kinders dat uitroep om zijn bloed. And they were blind and then he knew they were blind. En hulle is verblind en het geweet hulle is verblind. That's the reason he cried for forgiveness for them. Dus hoe kwam hij om vergiffenis voor hulle geroep het? Forgive them, Father, for they don't know what they are doing. Vergeve hulle vader, wat hulle weet niet wat hulle doen nie. They were blind. For our sake, they were made blind. Hulle was blind. Om ons wil is hulle verblind. In their unbelief, they did this. In hulle ongeloof het hulle dat gedoen. But when they see him again, Amen. Maar wanneer hulle hem weer zien, amen. What an end of sin. Die maat van die zonde volmaakt. What is sin? Unbelief. Wat is zonde? Ongeloof. They did not believe that was the Messiah. Hadden die gegloed daar hij was, die Messias niet. They could not see him to be Messiah. Yet he done every sign the Messiah was supposed to do. Hadden kon hem niet als die Messias zien niet. Toch had hij elke teken gedaan wat die Messias verondersteld was om te doen. But they could not see it. They were blind. Maar hadden kon het niet zien niet. Hulle was blind. So when you see people say, I don't believe in the divine healing. I can't see it. I can't see this baptism of the Holy Ghost. So wanneer julle mense sien sê, ek glo nie in goddelike genesing nie. Ek kan dit nie sien nie. Ek kan nie hier die doop van die Heilige Gees sien nie. Don't be angry with them. They are blind. Moet nie van hulle kwaad wees nie. Hulle is blind. They say, I can't see this message of him coming. Hulle sê, ek kan nie hier die boodskap van hom wat kom sien nie. I can't see this baptism of the Holy Spirit. I can't see this serpent seed. I can't see this stuff. Ik kan niet hier die doop van de Heilige Geest zien. Ik kan niet die zaad van de slang zien. Ik kan niet hier die goed zien. They're blind. Amen. And don't know it. Hij is blind. En weet het niet. Just pray for them. All right. Bid net voor hulle. Goed. In their unbelief. But when they see him, when he comes again, it will make an end of their unbelief. Oh my. En hulle ongeloof, maar wanneer hulle hem zien, wanneer hij weer komt, zal dit de einde aan hulle ongeloof maken. We goeiste. Let's just turn first to Genesis, the 25th
the 45th chapter and get a type of it. Laat ons het eerst blaai na Genesis die 25ste, die 45ste hoofdstuk en een type daarvan kry. I got wrote down here some Genesis 45. You just taking down the notes. Ek het sommige hier neergeskryf van Genesis 45. Julle wat die notas afneem. Oh, how I love this good old gospel. Woe, hoe lief is ek vir hier die goeie ou evangelie. All right. Now we know where we're at. Goed, nou weet ons waar ons is. Can you hear me all right back to the building? Kan julle my goed hoor, achter in die gebouw? Raise up your hand if you can hear me. I got this setting a little close. Steek jou hand op as jy my kan hoor. Ek het hier die verstelling een bietjie nabij. Now we're going to read a portion of this scripture. Nou gaan ons gedeelte van hierdie skrif lees. I want you to listen, you that don't have your Bible. Ek wil hee, julle moet luister. Julle wat nie julle Bijbel het nie. You that have your Bible, get Genesis. First, let's start in the 44th chapter, beginning with the 27th verse. Julle wat julle Bijbel het, dis Genesis. Eerstens laat het begin in die 44ste hoofdstuk, vanaf die 27ste vers. It's Joseph. And Joseph was a perfect type of Christ. We know that. Dis Joseph. En Joseph is a perfecte type van Christus. Ons weet het. How many know that? Hoeveel weet dit? Hated of his brothers, why? Gehaat door zijn broers, hoekom? Because he was spiritual. He saw visions, interpret dreams. Omdat hij geestelijk was. Hij had visioenen gezien. Dromen verklaar. He was a spiritual man among his brothers. And they hated him. Hij was een geestelijke man onder zijn broers. En had hem gehaat. And his father loved him. En zijn vader had hem lief gehad. So was Jesus. Hated all the denominational churches, but loved of his father God. Zo was Jezus gehad door de denominationele kerken, maar lief gehad door zijn vader, God. Why did they hate him? Hoekom het hulle hem gehad? Because he was spiritual. Amen. Omdat hij geestelijk was. Because they said he was a fortune teller, a devil. You remember what Joseph's brother said to him? Omdat hulle het vertel. Hulle het gezegd hij was een fortuinverteller, een duivel. Onthou je wat Jezus' broers van hem gezegd? Here comes that dreamer. Hier komt daar die dromer. Zijn. The same thing. Zijn, diezelfde ding. And they sold Joseph for almost the same price that Judas sold Jesus for, 30 pieces of silver. En hulle het Joseph voor omtrent diezelfde prijs verkoop waar Judas voor Jezus verkoop het, 30 zilverstukken. Throwed him into a ditch and went and told the father that something killed him, he was dead. Om de sloot gegooid en gegaan en zijn vader vertelde dat iets hem dood gemaakt had. Hij was dood. But he was taken up from the ditch. Maar is opgenomen uit die sloot. Christ was thrown into a ditch and was taken up. Christus is in een sloot gegooid en is opgenomen. And from there he went to the highest place there was on earth. Amen. Amen. En daar vandaan is hij gegaan naar die hoogste plek waar daar op aarde is. Amen. Joseph went to the right hand of Pharaoh and Jesus went to the right hand of God. Joseph het naar de rechterhand van Farao gegaan en Jezus het naar de rechterhand van God gegaan. In his temptation before his exaltation. En zijn verzoeking voor zijn verhoging. Jesus before he was exalted went through temptation. Jezus voor de verhoging het door verzoeking gegaan. Well, I believe it's Billy Sunday, the great evangelist, said every tree had a million angels sitting in it. That day of the crucifixion. Toch, ik geloof het was Billy Sunday. Die grote evangelist heeft gezegd, elke boom heeft een miljoen engelen gehad. Wat daar gezet het daar die dag van die kruisiging. So just pull your hand loose and point to us. We'll change this scene around here. But he couldn't do it. Gezegd, trek dit die hand los en wijs naar ons. Ons zal hier het toneel hier veranderen. Maar hij kon het niet doen. Caiaphas said, he saved himself, others he cannot save. Caiaphas het gezegd. Hij heeft hem zelf gered. Anderen kan hij niet redden. He didn't know he's paying a comment. Hij heeft niet geweten dat hij opmerking gemaakt heeft. If he had saved himself, he couldn't save others. So he gave himself to save others. Als hij hem zelf zo redt, kon hij niet anderen redden. Zo heeft hij hem zelf gegeven om anderen te redden. They're so blind from him. Zijn zo verblind daarvoor. Now then when he was there, in his exaltation, or before his exaltation, his temptation. Nou hulle, toe hy daar was in sy verhooging, of voor sy verhooging, sy versoeking. Remember, Joseph was put into prison because he was innocent. Onthou, Joseph was in die tronk gesit omdat hy onskuldig was.
the Roman, the Israelite general by the name of Pompey. Pompey went away on a trip. Die Romeinse of die Israelitse generaal met die naam van Potifar. Potifar het gegaan en weggegaan op een reis. He had a pretty wife, and his wife had Joseph come into the house to do something, and he tried to get Joseph to do something wrong. Hij heeft een mooie vrouw gehad en zijn vrouw Jozef in die huis laat aankomen om iets te doen. En hij probeert dat Jozef iets verkeerds doen. He was loyal to God. En hij was loyaal aan God. I tell you that always. Ik zeg jou hulle altijd. You women, I'll holler at you now and we'll take up for you a minute. See? Jullie vrouwen, ik heb geschreeuwd op jullie. Nou ga ik jullie oomlijk ondersteunen. Zijn. The woman is a weaker vessel. Die vrouw is die zwakker schepsel. I know there can't be a bad man for there's a bad woman. Ik weet, daar kan je slechte man wees voor daar een slechte vrouw is niet. But man who knows that. Man who knows that you are a son of God. And take advantage of a woman. Shame on you. Maar mans wat het weet. Mans wat weet, jij is een zoon van God. En een vrouw misbruik. Schaam jou. No matter what she does. Amen. She's a weaker vessel. Maak niet zak wat ze doen niet. Zij is een zwakker schepsel. You know that. En jij weet het. If she goes to act an unladylike, take her by the hand and talk to her like a sister. Amen. Als zij het gaat niet zoals een dame optreden, neem haar aan de hand en praat met haar zoals een zuster. You're a son of God. Don't do that evil thing. Jij is een zoon van God. Moet niet daar die boze dingen doen niet. Look at Joseph. He was an example to you. Kijk naar Jozef. Hij was een voorbeeld voor jou. And when Pilate's wife, this beautiful woman, honorable, highest, one of the highest women there was in the country. En toen Potifar's vrouw, hier die prachtige vrouw, eerbaar, hoogste, een van die hoogste vrouwen daar in land was. Begged him and persuaded him. And he turned and she caught him and tried to hug him up to her. And he jerked till he even pulled his coat off and run from her. Amen. Yes, sir. Omgesmeek het en omhoor gehaald het. En omgedraaid het. En zij het omgevangen en om probeer vastdrukje naar. En heeft gerukt. Terwijl hij zelfs een baaikje afgerukt en weggehaald op het lanaar. Ja, meneer. And when he come in, they told a lie on him. Said he come in to ravish her, and she left his, and he left his coat there. En toen hij inkom, het alleen vertelde erom, zij het ingekomen om haar te verkracht. En zij het gelos, zij. En hij zijn baaikje daar gelos. And for that he went to the dungeon. En daarvoor het hij naar de kerker gegaan. But in the dungeon, God was with him. No matter where you put him. He was a type of the son of prosperity. Maar in die kerker was God met hem. Maar die zaak waarom gesteld het niet. Hij was het type van die zoon van voorspoed. Everything Joseph done prospered. Alles wat Joseph gedoen het was voorspoedig. And when Jesus returns in the millennium, that's the reason that deserts will blossom as a rose. Everything he does will prosper. En wanneer Jesus terugkeert in het millennium, daar zoeken die woestijnen zijn blomst als een roos. Alles wat hij doet zal voorspoedig wees. He's the son of prosperity. Hij is de zoon van voorspoed. Wherever you put Joseph, it was blessed. Waar je Jozef ook al gezet hebt, was het gezeend. Wherever Jesus is, it's blessed. Waar ook al Jezus is, is het gezeend. So give in your heart. Be blessed. Zo, krijg in je hart en wees gezeend. So we find out that Joseph then was put into a prison. Zo, ons vindt nou dat Jozef toen in die tronk gezet is. And in the prison there were two men. One was lost and one was saved. En in die tronk was daar twee mannen. Eén van het verloren gegaan en één is gered. Jesus in his temptation on the cross, one thief was lost and the other is saved. Jezus in zijn verzoeking aan die kruis. Het één die verloren gegaan en is die andere één gered. When he was exalted, he went to the right hand of God. Twee verheven zijn hij naar de rechterhand van God gegaan. When Joseph was exalted, he went to the right hand of Pharaoh. Toen Jozef verheven zijn hij naar de rechterhand van Farao gegaan. And no man could speak to Pharaoh without speaking to Joseph first and getting permission. En geen mens kon met Farao praten zonder om eerst met Jozef te praten en toestemming te krijgen. And when Joseph left the palace, oh my. En wanneer Jozef de paleis verlaat het, oh goeiste. When Joseph left the palace, trumpets sounding. And man run ahead of him saying, bow the knee. Joseph is coming. Amen. Wanneer Jozef die paleis verlaat, het bazuinige blaas. En man is voor hem uitgehaald en gezegd, buig die knie. Jozef kom. Amen. And when Jesus
leave the right hand of the majesty above. The trumpets will sound and every knee shall bow and every tongue shall confess. Jesus is coming. Halleluja. En wanneer Jezus die rechter van die majesteit van Vader bo, sal die bassine blaas, en elke knie sal buig, en elke tong sal bely. Jezus kom, verseker. But if, and remember, when he was rejected of his brethren, what did he do? Malas, en onthou toe hy deur sy broers verwerp is, wat het hy gedoen? He got a Gentile wife. He got an Egyptian wife. Hij heeft een heiden vrouw gekregen. Hij heeft een Egyptische vrouw gekregen. When Jesus was cut off from his brethren back there, the Jews, he married a Gentile bride. Toen Jezus afgesneden was van zijn broers daar terug, die Joden heeft hij met de heidense bruid getrouwd. But now, after years, after children had been born, Ephraim and Manasseh, he had a family. Maar na jaren, na kinders geboren is Ephraim en Manasseh. Hij heeft een gezin gehad. Then one day, his brethren come to visit him. Toe, een dag, heeft zijn broers hem kom bezoek. Watch, we know the story, how he put the little thing in there. Stand back. Hold up, ons kent die story, hoe hij die klein dingetje daarom geplaatst heeft, om terug te sturen. Act like he couldn't even speak their language. Had an interpreter for the Hebrew, when he was a Hebrew himself. En gemaakt of hij niet eerst de taal kon praten. Het de tolk gehad voor die broers, wanneer hij zelf die broer was. And their brother come down. They didn't know him. En de broer het afgekomen. Had het hem niet gekend? He was a mighty prince. Hij was een machtige prins. And right now, Christ visits the Jews, heals their sick and stuff, and they still don't know who he is. Amen. That Messiah. En nou net, Christus wat de Joden bezoekt. Hij de ziekes genees en dingen. En weet steeds niet wie hij is niet. Daar is Messias. Let's begin 27 verse of the 44th chapter. Laat ons bij die 27e vers van die 44e hoofdstuk beginnen. And thy servant, my father, said unto us, you know that my wife bare me two sons. En uw dienaar, mijn vader, heeft aan ons gezegd, jullie weet dat mijn vrouw voor mij twee zons gebaar heeft. And one of them went out from me. Die een is van mij weggegaan. That was Joseph, the very one they were talking to. Dat was Joseph, de enige een waarmee hulle gepraat het. And I said, surely he is torn to pieces. And I saw him not since. En ik heb gezegd, voorwaar, hij is verscheurd. En ik heb hem tot hier toen niet gezien. And if you take this also from me, and mischief befall him, you shall bring down my gray hairs with sorrow to the grave. Als jullie nou hier die een ook van mij wegnemen, en om een ongeluk oorkom, dan zal jullie mijn grijs haren met droefheid in die doodrijk laat afdaal. They had a little Benjamin down there, his little brother. Had het een klein Benjamin daaronder gehad, zijn klein broekie. You know who Benjamin represents? Jullie weet wie Benjamin vertegenwoordigt? This new bunch of real genuine Jews is gathering there now to make that 144,000 this race is coming up. Heer de nieuwe klom waar, echte Joden wat daar met elkaar komt om daar 144,000 te maken. Hier die ras het opkom. Not these Wall Street crooks. No, that's more cannon fodder. Nee, hier die Wall Street schelms niet. Nee, dat is nog kanonvoer. Them ain't Jews. Daar is die Joden niet. Daar is die Joden niet. The real Jews are these little Benjamins coming up and down here. They never even heard the word of Jesus Christ. Die ware Joden zijn hier die klein Benjamins wat opkom van haar onderen. En nooit eens die woord van Jezus Christus gehoord niet. Now therefore, come unto me, and thy father, and my father, and the lad be not with us, seeing that his life is bound up in the lad's life. As ik dan bij mij kom, en die vader, en mijn vader en die zoon bij ons is niet, terwijl zijn ziel innig aan hem verkleef is. God's own life is bound with Israel. God's eigen leven is verkleef met Israël. He's married to her. Hij is met haar getrouwd. We're going to get to that in a few minutes, if the Lord willing. Amen. Ons gaan daarbij komen binnen een paar minuten, als de Heer wil. He's married to Israel. Hij is getrouwd met Israël. His life is bound to her, just as I'm bound to Miss Branham back there, my wife. And you're bound to your wife. Zijn leven is verkleef aan haar. Net zoals ik verkleef is aan mevrouw Branham daarachter. Mijn vrouw, en hij is verkleef aan jouw vrouw.
Your life is wrapped in it, and God is married to Israel. Your life is daarin toegevouw, and God is getrouwd met Israel. And what was it? And what was that? Jacob said, my life is wrapped and bound in this child. Jacob het gesê, my lewe is toegevouw en verkleef aan hierdie kind. I shall, and it shall come to pass, when he seeth that the lad is not with us. Ek sal hy sterwe as hy sien dat die seun daar nie is nie. Joseph is going to keep the lad, you know. We know the story. Joseph sal die seun hou, julle weet, ons ken die verhaal. And that he will die. En dat hy sal sterwe. His daddy. Sy papa. And thy servant shall bring down the gray hairs of thy servant our father with sorrow to the grave. En die dienaar sal die grys hare van die dienaar ons vader met kommer in die doodryk laat afdal. Listen to that plea that Reuben's given now. Luister na die pleidooi wat Reuben nou lever. For thy servant become surety that the lad unto my father, saying. Wat die dienaar het die seun dier borgskap van u. Van die vader verkry, deur dat hy gesê het. If I bring him not unto thee, then I shall bear the blame to my father forever. As ek nie, hom nie na u toe bring nie, sal ek levenslang teenoor my vader skuldig staan. Now therefore I pray thee, let thy servant abide instead of the lad. Laat die dienaar dan nou toch in die plek van die seun bly. Oh my. See, he's standing right before Joseph, his brother. Well, goeiste sin, hy staan recht voor Joseph, sy broer. This is Joseph and he don't know him. Dat is Joseph en hy ken hem nie. Oh, wait till that millennium starts, brother. Well, wacht tot daar die millennium begin, broer. Instead of a lad, a bondsman to my Lord. No, in die plek van die seun, my heer, sy slaaf bly. Listen at him, confess him, Lord. Luister na hom, wat hom belei as, Heer. And let the Lord go up with his brethren. En laat die seuns saam met sy broers optrek. For how shall I go up to my father, and the lad be not with me? Want hoe kan ek na my vader optrek, as die seun nie by my is nie? Lest peradventure I see the evil that shall become of my father. Mag ik maar net die ellende niet aanzien wat mijn vader zal treffen? Pleading, giving his own life. Pleitend, zijn eigen leven aan die geer. How them Jews will stand there with their hands up. Hoe daar die Joden daar zal staan met de handen uit. Watch, watch now the 45th verse. Listen close, don't miss it. Houd op, hou nou die 45ste vers. Luister aandachtig, moet het niet misloop nie. When Joseph could not refrain himself before all them that stood with him. Wanneer Joseph kon, toe kon Joseph hom nie langer dwang bedwang voor alle wat bij hem gestaan het nie. Brother, that's when sin's going to be made into, the unbelief is going to scatter. Broer, dis wanneer die maat van zonen volgemaakt zal worden, die ongeloof zal vlug. And he cried and caused every man to go from him. En hy het gehuil. En het allemaal laat weggaan. Van mij af. And there stood no man with him while Joseph made himself known to his brethren. En daar het niemand bij hem gestaan die Joseph hem aan zijn broers bekend gemaakt het niet. What is it? Wat is dat? Even his own wife went back to the palace. Zelf zijn eigen vrouwen teruggegaan naar die paleis. Oh my. The bride in glory. While Jesus returns, we get into it here. Amen. To make himself known. Wow, goeiste die brood in heerlijkheid terwijl Jezus terugkomt. Ons zal hier daarop ingaan om onszelf bekend te maken. And he wept aloud. Daarop barst zijn tranen uit. Joseph just couldn't hold it any longer. He screamed out. Joseph kon het niet langer houden niet en het uitgeroep. And the Egyptian and the house of Pharaoh heard it. Zodat die Egyptenaren en die huis van Farao dat gehoord het. Come back over into the palace. Amen. They heard Joseph screaming. Recht het oerkant in die paleis het hulle Joseph hoor schreeuwen. And that was a type of Christ meeting the Jews. No, dat was het type van Christus waar die Joden ontmoet. That he knows he blinded them. So that we can have a chance. Dat, hey, wie het hij verblind zodat we onze kans kunnen hebben? But when he comes to them again,
sin of Israel will be over. Maar wanneer hij weer nader kwam, zal die zonde van Israël voorbij wees. And Joseph said unto his brethren, I am Joseph. En Joseph zei voor zijn broers, ik is Joseph. What do you think Jesus will say? Wat denk jullie zal Jezus zeggen? I am your Messiah. I am the one that you crucified. Ik is jullie Messias. Ik is die een wat jullie gekruisigd hebt. Does my father yet live? Leeft mijn vader nog? And his brothers could not answer him, for they were troubled at his presence. Maar zijn broers kon hem niet antwoorden, want hij was verschrikt voor hem. Oh, I gotta stop here just a minute. Well, ik moet net een oomblik hier stop. Let's turn over to Zechariah, the 12th chapter. Laat ons oorblijven naar Zechariah, die 12e hoofdstuk. Turn with me now to the book of Zechariah. The 12th chapter of Zechariah. Blij samen met mij naar die boek van Zechariah, die 12e hoofdstuk van Zechariah. Maybe I'm taking a little too much time and starting preaching on this, but I hope not. En misschien neem ik een klein beetje te veel tijd om te beginnen preken hier hoor, maar ik hoop niet zo niet. And I want you to get it so bad. En ik wil zo graag hè, jullie moeten begrijpen. Zechariah, let's get the 12th chapter of Zechariah and see what he's going to say now when he stands before his brethren. Zechariah, laat ons die 12e hoofdstuk van Zechariah krijgen. En kijk wat hij nou gaat zeggen wanneer hij voor zijn broer staat. Zechariah 12 and the 10th. Zechariah 12 en die 10e. Make an end of sin now. All right. Die maat van die zonde volmaakt. Nou, goed. 12 chapter and 10th verse. 12e hoofdstuk en die 10e vers. Notice. And I speak in your other remnant. Let op. En nou praat hier van die oerblijfsel. The siege of Jerusalem, the beast and the armies is tucked away, and so forth. Die beleg van Jeruzalem, die dier en die leers is weggenomen, enzovoorts. All things have become to the end now. Alle dingen zijn nu aan het einde gekomen. This is almost to the millennium. Fixing to start the millennium right now. Dit is amper bij de millennium. Maak nog gereed om de millennium te beginnen. And I will pour upon the house of David and upon the inhabitants of Jerusalem the spirit of what? Grace. Maar oor die huis van David en oor die wonings van Jerusalem zal ik uitgie die geest van wat? Genade. Amen. Amazing grace. Amen. Verbazende genade. Upon the house inhabitants of Jerusalem. Word die huis inwoners van Jerusalem. Daniel's holy city. Daniel's heilige stad. The spirit of grace and of supplication. Die geest van genade en smekingen. And they shall look upon me whom they have pierced. En hulle zal opzien naar mij voor wie hulle doorboren. And they shall mourn for him as one mourneth for his only son. En hulle zal oor hem rouwklaag, soos een mens rouwklaag oor een enigste zoon. And shall be in bitterness for him as one that is in bitterness for his firstborn. En bitterlijk oor hem ween, soos een mens bitterlijk ween oor een eerstgeboren kind. Listen what a mourning that'll be when he stand there making himself known to them. Like Joseph did, listen. Luister wat de rouwklaag zal wees wanneer hij daar staat en hemzelf bekend maakt en zoals Joseph het. Luister. And in that day shall there be such great mourning in Jerusalem as the mourning of. En in die dag zal die rouwklaag groot wees in Jerusalem. Zo die rouwklaag van. I can't pronounce that name. H-A-D-A-D-R-I-M-O. Hadad. Ik kan niet daar die naam uitspreken niet. H-A-D-A-D-R-I-M-O. Hadrimon. In Midian. Hadad, Ramon, en Megiddo, Megiddo. And in the land shall be mourning every family apart. En in die land zal rouwklaag wees bij geslachten. Elke geslacht afzonderlijk. The family of the house of David apart and their wives apart. De geslacht van de huis van David afzonderlijk en de vrouw afzonderlijk. And the family of the house of Nathan apart and their families apart. En de geslacht van de huis van Nathan afzonderlijk
enige geslacht afzonderlijk. The house of Levi and their wives and families apart, the Simeon and theirs apart. Die huis van Levi en de vrouwen en geslacht afzonderlijk en Simeon en hulle afzonderlijk. And all the families that remain, every family and their wives apart. En al die andere geslachten, elke geslachten en de vrouwen afzonderlijk. They'll be so ashamed of themselves when they stand there and see that that very one that they crucified in the night standing there, their own precious Joseph. Hulle sal so skaam vir homself wees wanneer hulle daar staan en sien dat daar die eenste een wat hulle gekruisig het en verloor het daar staan, hulle eie dierbare Joseph. There'll be such mourning and they'll say, where did you get those scars? Daar sal sulke rouklaag wees. En hulle sal sê, waar het u daar die littekens gekry? He said, in the house of my friend. Hy het gesê, in die huis van my vriende. See what I mean? Sê wat ek bedoel? To make an end of sin of unbelief. Om die maat van die sonde ongeloof vol te maak. That's what he's coming for. Dis waarvoor hy kom. And this 70th year of Daniel, 70th week, rather. En hier die 70ste jaar van Daniel, 70ste week, liever. Coming to make an end of sin. Put it away. Kom om die maat van die sonde vol te maak. Dit te vernietig. You understand now? Verstaan julle nou? What's the first? To finish the transgression? To make an end of sin? Wat is die eerste? Om die oortreding te volleindig. Om die maat van die sonde vol te maak. Number three. To make reconciliations for iniquity. Who's writing it down? Number three. Om die ongerechtigheid te verzoen. Julle wat het neerskryf. I had about six other scriptures there, but I just pass over it because it's hot. Ik heb omtrent zes andere schriften daar gehad, maar ik heb net daar oor gegaan, omdat het warm is. We don't want to take too much time. Ons wil niet te veel tijd nemen. I want to get as much of it as I can, but not hold you too long. All right. Ik wil zoveel als wat ik kan daarvan krijgen, maar je niet te lang houden. Goed. To make reconciliations for iniquity. Om die ongerechtigheid te verzoen. Iniquity is doing wrong. As they did at the cross. Ongerechtigheid is om verkeerd te doen. Zoals hulle bij die kruis gedoen het. He made reconciliations, but it will not be applied to them. Hij heeft verzoening gemaakt. Maar dat zal niet van toepassing wees op hulle nie. It was not applied to them. Why? Dat was niet op hulle van toepassing nie. Hoekom? Because they were blinded and could not see it. Amen. Omdat hulle verblind was en dat hulle kon zien nie. And why did they blind? En hoekom het hulle verblind? You say, well, maybe today because I'm blind. You're willfully blind. Jij zei wel misschien vandaag omdat ik blind is. Jij is opzettelijk blind. They were blind because God blinded them, but you're blind because you're willfully blind. Hij is blind omdat God hem verblind heeft, maar jij is blind omdat hij opzettelijk blind is. There's no reconciliation for you. Daar is geen verzoening voor jou niet. If you believe not, I am he, said Jesus, you die in your sins. That's right. Als jij niet gelooft, ik is hij niet, heeft Jezus gezegd, zal hij sterven in uw zonde. Dat is weg. Now, let's turn back to Zechariah again, the 13th chapter. Nou, laten we weer terugblijven naar Zechariah, die 13e hoofdstuk. Now, let's listen here. Make reconciliation. Nou, laten we hier luisteren. Verzoening maken. Now, we're. This, so I was looking for someone here to hear this, but maybe the Lord will get it somewhere. Nou, waar hier die? Ik heb op zoek naar iemand, waar hier die? Waar hier die? Maar misschien zal de Heer het op een of andere manier krijgen. In that day there shall, in that day. En die dag zal daar, en daar die dag. Dr. Schofield has here in his footnotes, or his paragraphs, headings, the remnant, the repented remnant pointed to the cross. Dr. Schofield het hier in zijn voetnotas. Of zijn paragraaf opschrift, die oorblijfsel, die beleende oorblijfsel het geweest aan de kruis. To make reconciliation for iniquity. Om verzoening voor ongerechtigheid te maken. Iniquity is something that you've done wrong, that you know better, that you ought not have done. Ongerechtigheid is iets wat je verkeerd gedoen hebt, wat je beter geweten hebt, wat je dat niet behoort te gedoen hebt. If I conceive iniquity in my heart, God will not hear me. Als ik ongerechtigheid in mijn hart had ontstaan, zal God me niet horen.
Now, in Zechariah, the 13th chapter, let's begin at the first, verse. No, in Zechariah, the 13th hoofdstuk, laat ons begin bij die eerste, vers. In that day there shall be a fountain opened in the house of David and to the inhabitants of Jerusalem for sin and uncleanness. En die dag zal daar een geopende fontein wees voor de huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen zonde en onreinheid. There shall be a house open. Daar zal een oop huis wees. Go ahead, we can just read it on down. I want you to mark that so you will read it. Gaan voort, ons kan het net aan ondertoe lees. Ik wil hen, jullie moet daar merken zodat jullie het zal lees. But, now, I've got marked out here to start at the 6th verse. And read to the 10th. Maar nou, ik heb hier uitgemerkt om bij die 6e vers te beginnen en tot bij de 10e te lezen. All right, let's read now and see. Read to the 9th, brother. Goed, laat ons al lezen en zien. Lees tot bij de 9e, liever. And one shall say to him, that what are these wounds in thy hand? En als iemand voor hem zei, wat er wonden is daar die in uw hand? Then he shall answer those which I have was, answered, those with which I was wounded in the house of my friend. Dan zal hij antwoord, zo als wat ik heb, laat ons zien. Antwoord, zo als ik geslaan in de huis van mijn vrienden. Awake, O sword, against the shepherd and against the man that is my fellow, saith the Lord of hosts. Ontwaak, O zwaard, tegen de herder. En tegen die man wat mij metgezel is, spreekt de Heer van de leerskaren. Smite the shepherd, and the sheep shall be scattered. Slaan die herder, zodat die schapen verstrooid wordt. And I will turn my hand upon the little ones. En ik zal mijn hand weer uitstrekken over die geringes. Now Jesus quoted that scripture. See? Nou Jezus heeft daar die schrift aangehaald, zijn. Smite the shepherd, and scatter the sheep. Slaan die herder, en verstrooi die schapen. But notice the next paragraph. Maar let op, die volgende paragraaf. He just quoted that much of it. Hij had net zoveel daarvan aangehaald. But watch what the next sentence of it says, the next part of it. Maar houd op, wat die volgende zin daarvan zei. Die volgende deel daarvan. And I will turn my hand to the little ones. En ik zal mijn hand weer uitstrek, waar die gerong is. What? The Benjamin group is coming up now. Wat? Die Benjamin groep wat nou opkomt. I will turn my hand to the little ones. Ik zal mijn hand weer uitstrekken waar de gerangers. Smite the shepherd, Israel, first Israel, smoke the shepherd, scatter the sheep to all the world. Sla die herder, Israel eerste, Israel die herder geslaan, die schapen worden jullie ver verstrooid. But God said I will turn my hand back to get them little ones at the last time. Amen. Maar God heeft gezegd, ik zal mijn hand terugdraaien om daar de gerangers op die laatste dag te krijgen. When reconciliation for iniquity has been made. Wanneer verzoening voor ongerechtigheid gemaakt is. Israel will be saved, every one of them. Israel zal gered worden, elkeen van hulle. Let's turn to Isaiah. Isaiah, the 66th chapter of Isaiah. Laat ons naar Jesaja blij. Die Jesaja, die 66e hoofdstuk van Jesaja. And read just for a moment. And see what God says about Israel being saved. How long it will take to save Israel. En net voor een oomblik lees. En kijk wat God zei over Israel wat gered wordt. Hoe lang het zal nemen om Israel te red. Watch how quick it'll come. Kijk hoe gauw het zal komen. In Isaiah, the 66th chapter. And the 8th verse. En Jesaja, die 66e hoofdstuk en die 8e vers. If you want to read it all, all right. Als jullie het al zo lees, goed. Who has heard such a thing? Who has seen such a thing? Wie heeft van zoiets gehoord? Wie heeft zulke dingen gezien? Shall the earth be made and bring forth one day? In one day? Wordt het land één enkele dag, op één enkele dag geboren? For as soon as Zion travaileth, she brought forth her children. Want Zion het weer gekregen met eens haar kinders gebaar. As soon as Zion saw that was her Messiah, she was born again. Amen. Hallelujah.
in one day. So gou so Sion gesien het dat dit daar Messias was, as hy weer gebore in een dag. Make reconciliations for sins and to make a reconciliation for iniquity, uncleanness. Oh my! Om versoenings vir sondes te maak en om versoenings vir ongeregtighede vuile te maak. O, goeiste! They did that what was evil, that which was wrong. Hulle het dit wat boos was gedoen, dit wat verkeerd was. Reconciliations was made for their iniquity. Versoening is gemaakt vir hulle ongeregtighede. Number four, to bring in everlasting righteousness. Nummer vier, om ewige gerechtigheid aan te bring. That's the fourth thing that he come for. The fourth, what he's come to do. Dis die vierde ding waarvoor hy gekom het. Die vierde wat hy kom doen het. To bring in everlasting righteousness, make an end of sin, reconciliation, and to bring in everlasting righteousness. Om ewige gerechtigheid aan te bring, die sonde se maat vol te maak, versoening en om ewige gerechtigheid aan te bring. When Israel transgressions had come to an end, when Israel's transgression, toe Israel betredinge tot die einde gekom het, toe Israel se betreding. Now we're going to, I want you to catch this because when we bring that woman and the dragon cast out, you're going to come right back to this same scripture again. Nou gaan ons, ek wil hee, julle moet hier die kry. Want as ons daar die vrou bring en die draak wat uitgewerkt word, gaan julle weer weg uit terugkom na hier diezelfde skrif. Be sure to put it down. Maak seker dat julle dit neerskryf. When Israel's transgression has come to an end, Satan, who is their accuser, and our accuser, Satan will be sealed up in the bottomless pit. Wanneer Israel se oortreding tot die einde gekom het, Satan wie hulle aanklaar en ons aanklaar is, sal Satan beseel word in die bodemloose put. When what? Wanneer wat? When bringing in everlasting righteousness, something that cannot end. Wanneer ewige gerechtigheid ingebring word, iets wat nie kan eindig nie. All that caused unrighteousness will be done away with. Sal alles wat ongerechtigheid veroorzaak het, meer weggedoen word. Let's get Revelation, the 20th chapter, the 13th verse, just a minute. And let's read here just a minute. Laat ons openbaren met die 20ste hoofdstuk en die 13e vers kwee. Net een oomblik. En laat ons dit een oomblik hier lees. Revelation 20 and 13. Openbaren 20 en 13. No, I beg your pardon. Revelation 1 to 3 it is. Nee, verskoon my. Openbaren 1 tot 3 is dit. I didn't see that little mark between it. My perspiration here gets in my eyes. Ek het nie daar die klein merke daar tussenin gesien nie. My sweet hier kom in my oor. Revelation, the 20th chapter. And let's see. Openbaring, die 20ste hoofdstuk, en laat ons zien. And I saw an angel come down from heaven having the keys to the bottomless pit and a great chain in his hand. En ik heb de engel uit de hemel zien neerdaal met de sleutel van die bodemloze put en een groot ketting in zijn hand. He laid hold on the dragon, that old serpent, which is the devil and Satan, and bound him 1,000 years. Hij heeft die draak gegrijpt, die oude slang waar die duivel en die Satan is, en hij heeft hem gebund 1,000 jaar lang. And cast him into the bottomless pit and shut him up. En hem in die bodemloze put gewerkt en hem toegesluit. And set a seal upon him that he should deceive the nation no more until the 1,000 years should be fulfilled, and after that must be loosed a little season. En een seal op hem geplaatst, zodat hij die natie niet meer zou beslijden. Totdat die 1,000 jaar volledig is. Daarna moet dan een kort tijdje ontbind wordt. Make an everlasting, bring in everlasting righteousness. Ewige aanbrang, ewige gerechtigheid aanbrang. Satan in the bottomless pit. Satan in die bodemloze put. And when he does that and seals up the devil, which has deceived the people. En wanneer hij dat doet en die duivel verseelt wat die mensen misleidt. Now let us turn back to Habakkuk, the second chapter. Habakkuk, the second chapter. Nou laat ons terugblijven naar Habakkuk, die tweede hoofdstuk. Habakkuk, die tweede hoofdstuk. And now we're going to see why he sealed up this old
serpent and what it was done for and what takes place immediately after he is sealed up. En nou gaan we zien hoe kom hij hier die slang verseel het en waar wordt het gedoen is en wat plaatsen onmiddellijk nadat hij verseel is. I like this, don't you? Echo hiervan. En jullie? It brings us to a knowledge of something. Ja, dat brengt ons bij de kennis van sommigen. Habakkuk, the second chapter and the 14th verse, I believe it is. I want to read. Habakkuk, de tweede hoofdstuk en de 14e vers. Gelukkig is dat. Wat ik wil lees. When this takes place, watch. Wanneer dit plaatsvindt, houd op. For the earth shall be filled with the knowledge and the glory of the Lord as the waters cover the sea. Hallelujah. Amen. Want die aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heere, zo die waters die zeebodem oordek. Goeiste. Sure. In other words, when the enemy has been put away, the end of sin has come. The bringing in of everlasting righteousness has come. Met andere woorden, wanneer die vijand weer weggedoen is, die einde van zonde aangepreekt het, die eeuwige gerechtigheid aangebracht is. Satan is sealed up in the bottomless pit. And the knowledge of the Lord shall cover the earth as the waters covers the sea. Is Satan verseeld in die bodemloze put? En die kennis van de Heer zal die aarde oordek, zo die water die zee bodem oordek. Amen. Glory to God, it's coming, brother. It's coming. Amen. Heer van God, dat komt, broer, dat komt. Women will be ladies and men will be gentlemen. Vrouw zal dames wees en man zal heer wees. Amen. When the knowledge of the Lord shall fill the earth and sea and sky. Wanneer de kennis van de Heer de aarde en de zee en de lucht zal vol. Oh, my heart is growing crying for that day of sweet release. En mijn hart honken roep uit dat daar die dag van zoete ontvluchting. When our Jesus shall come back to earth again. Amen. Wanneer ons Jezus weer naar die aarde toe terug zal komen. Amen. All right. Now, the millennium then is on. Goed. Nou, de millennium is dan aan de gang. That's when the millennium, when the city is to be built. Dus wanneer die millennium, wanneer die stad gebouwd moet worden. Fourth. I have about 6 more scriptures, but we'll hurry. Verder. Ik heb nog omtrent 6 schriften, maar ons moet opschud. Now when we come back, I'll pick up these other scriptures, but just get you a general idea. Nou, wanneer ons terugkomt, zal ik hier die andere schriften optellen. Maar geef jullie net die algemene idee. Number 5. To seal up the vision and prophecy. Number 5. Om vision en prophecy te verzeilen. The angel come to seal the vision and prophecy. Zijn daar de engelen gekomen om die vision en prophecy te verzeilen? I hate to say this, but some great writer that I was reading about the other day, if he didn't have that messed up, he said what it was, just to show how stupid. Ik had hem dit te zeggen, maar een zekere groot schrijver, waar ik gelezen door die dag, als hij dat die deur mekaar gehad had niet, hij had gezegd wat het was, nou, om net te wezen hoe onnozel. Oh, excuse me, I don't mean to. Forgive me, I don't mean it. I really didn't. Wow, verschoon mij. Ik bedoel niet om dit te zeggen. Vergeef mij. Ik bedoel dit niet. Ik heb rechtig niet. A man without anointing. See? Nee. A man zonder salving. Zijn. The man said, you see here that visions and prophecy was always allowed to the Jewish church. Die man heeft gezegd, jullie zien hier dat visioen en profetie altijd aan de Joodse kerk toegelaten is. And said from Daniel's time on, when Daniel comes, it meant that they would have no more visions or no more prophecy. En gezegd, van Daniel's tijd af aan, toen Daniel gekomen had het betekend dat hij niet enige visioen of enige profetie meer zou hebben. That all these things today that they talk about having visions and prophecy, was all a thing of the devil. That there was no such a thing as visions and prophecy. Gezegd, al hier die dingen waarvan hulle vandag praat, om visioenen en profetieën te hebben, was alles een ding van die duivel. Dat glad niet zo'n ding als visioenen en profetieën was niet. Brother, there was
dozens of prophets after Daniel. Broer, daar was dozijne profeten na Daniel. And there was John the Baptist, there was Jesus Christ, there was the prophets to the New Testament. En daar was Johannes de Doper, daar was Jezus Christus, daar was die profeten door de Nieuwe Testament. There was visions, there was angels. Daar was de Sjoenen, daar was engelen. How in the world can a man say that? Amen. Hoe op aarde kan een man dat zeggen? But you see, that was a selfish motive. To try to push something over on the people, to make a little church doctrine, a little petty thing, to become a reality to the people. Maar, jullie zien, dat is met een zelfzuchtig motief, om te proberen om iets over te drukken op die mensen, om een klein kerkdoctrine te maken, om een klein onbenullige dingetje, om een realiteit voor die mensen te worden. If the people have not the Holy Ghost, they'll be deceived by it. En als die mensen niet die Heilige Geest hebben, zal het daardoor misleid worden. Now, let's not take what some man said. No, laten ze niet met een zekere man gezegd niet. Now, there's not a scripture to prove that. No, daar is niet een schrift om dat te bewijzen niet. So how could I take that? So hoe kan ik dat nemen? Well, let's find out what really is the sealing up. Wel, laten ons uitvinden dat recht die versieling is. What? He come to do that, to seal up the vision and the prophecy. Hold up! Hij heeft het komen doen om die visioen en die prophecy te versiel. Now, let's just turn right back to the book of Daniel, where we was at. No, laat ons recht terugblijven naar het boek van Daniel, waar het was. Over in the book of Daniel, we will find out just what it said. Waar kan het boek van Daniel ons uitvinden precies wat het gezegd? Now, let's turn to Daniel, the 12th chapter. Nou, laat ons terugblijven naar Daniel, die 12e hoofdstuk. Now, as we get to Daniel 12... No, zoals ons bij Daniel 12 kom. Now we can begin and read from, when you go home, I want you to read the first verse on. No, kan ons begin, zoals ons lees vanaf. Wanneer jullie thuis komt, wil ik, jullie moeten vanaf de eerste vers lees. Let's just read from the first verse down to the fourth. Laat ons vanaf de eerste vers lees af naar de vierde. And at that time Michael shall stand, the great prince, which shall stand for the children of thy people. En in die tijd zal Michael... Die groot vorst wat oor die kinders van die volk zal staan optree. Now this is at the end time. Nou hier, die is aan die eindtijd. And there shall be a time of trouble, such as never was since the nation. En er zal een tijd van benauwdheid wees, zoals daar nu geweest het, die volk. That's when the Antichrist, this first seal rider, goes forth when he takes place. Dat is wanneer de Antichrist hier de eerste seal ruiter uitgaan, wanneer hij plaatsvindt. Even until this time. Zelfs tot hier die tijd niet. Not in the time that when Titus took the walls of Jerusalem, that was only at one place. Nee, die tijd waar Titus de muren van Jeruzalem ingenomen heeft niet. Dat was het op één plek. Watch when this Antichrist, that prince that was to come. Watch when he comes. Kijk wanneer hier die Antichrist, daar die prins wat moest komen. Kijk wanneer hij komt. Even to the same time. And at that time thy people shall be delivered, everyone that's found written in the book. Tot op die tijd niet. Maar in die tijd zal je volk gered worden. Jouw een wat in die boek opgeschreven staan. Amen. Thy people, Israel, shall be written in a book. Halleluja, jouw volk, Israel, zal in een boek opgeschreven staan. And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life and some to shame and everlasting contentment. En bij van die wat in die stof van de aarde slaapt, zal een waak, sommigen tot de eeuwige leven, en sommigen tot groot smaadheid voor eeuwig afgrijzelijkheid. How in the world could that have been when Titus took the walls of Jerusalem? Hoe op aarde kon dat geweest zijn toen Titus de muren van Jeruzalem ingenomen heeft? How could it have been? Hoe kon dat geweest zijn? It couldn't be. Dat kon niet wees niet. See, he's speaking of the end time at the resurrection. Zijn, hij praat van de eindtijd bij de opstanden. Is that right? Amen. Is het recht? Now, and they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn away, that turn many to righteousness, the stars forever. No, en die verstandige zal glinsteren zoals de glans van een uitspansel, en die wat wegdraai, buiten de rechtvaardigheid lee, die sterren voor eeuwig. Listen, here is the real true sealing. Luister, hier is het, die rechte ware versieling. But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book even to the time of the end. En jij, Daniel, hou die woorden geheim. En hou die boek tot die tijd van die einde toe. Waar is het? Waar is dat?
Oh, hallelujah. Do you see it, class? Well, hallelujah. Sing you that, class. This revelation of Jesus Christ and of His power, of His coming, of the end time, was sealed up until this time. Heer die openbaring van Jesus Christus en van sy krag, van sy komst aan die eindtijd, was verseel tot hier die tijd. That's what He come to do. Das wat hy kon doen het. It's hid from the scholars. Das weggesteek van die studenten. No wonder they want to apply sealing it up back at as an old prophet and everything way back. Geen wonder hulle wil verseeling toepas. Daar terug op geen profete nie. En alles ver terug. It won't hold water. Dat zal die water houden nie. But the vision, this vision has been sealed right here now. And that's where I'm placing my faith that God will reveal them 70 weeks. Amen. Maar die gezag, hier die gezag is verseeld tot recht hier nou. En dat is waar ik mijn geloof plaats. Dat God daar die 70 weken zal openbaar. Amen. Seal up, he said, till the end time. Verseeld het. Heb je gezegd, till the end time. Close up the words and seal the book. Praise the Lord. Until the end time. Verseel die woorden en verseel die boek. Till the end time. What do you do to seal up the vision and the prophecy? Wat heb je gedaan om die vision en die prophecy te verseel? Daniel had prophesied these things. Daniel had hier die dingen geprofeteerd. He saw in a vision. Hij had het in een gezag gezien. And the angel come down to seal the vision. And to seal the prophecy. En die engel is afgekomen om die vision te verseel. En om die prophecy te verseel. They can read it but can't understand it. Until the end time. Hulle kan het lees. Maar hulle kan nie verstaan nie. Tot die eindtijd. The end time, what is the end time? Die eindtijd, wat is die eindtijd? The end of the 70th week. When that priest Antichrist will be revealed at this time, making himself God. Die end van die 70ste week. Wanneer daar die prins Antichrist openbaar sal word op daar die tijd, wat himself God maakt. How do we know this is sealed up to the time? Hoe weet ons dat is verseeld op daar die tijd? Daniel just got through. This is the last chapter of Daniel. Dan het pas klaargemaakt. Hier is die laatste hoofdstuk van Daniel. Sister Simpson told me this afternoon. Sister Simpson heeft me vanmiddag verteld. Ze heeft gezegd. She said, Brother Branham, I read the entire book of Daniel. I just didn't know more when I stopped, got through than I did when I started. Broer Branham, ik heb het hele boek van Daniel gelezen. Ik heb net niet meer geweerd toen ik gestopt heb, klaargemaakt het, als wat ik had toen ik begon het niet. Here it is, Sister Simpson, if you're here tonight. Hier is het, Sister Simpson, als u hier is vanavond. I believe I see her sitting over there. Ik reken, ik zie haar daar waar ik aan zit. I never said nothing in the trailer. I held my peace, because I thought maybe I'd get to it. Ik heb nooit iets in die trailer gezegd, niet. Ik heb stilgebleven, want ik heb gedacht, misschien zal ik daarmee komen. But the vision that Daniel had saw down there where the river was sealed up until the end time. Maar die gezag wat Daniel gezien heeft, daaronder bij die rivier was verseeld tot de eindtijd. Let me just go ahead and read it here. See? Yes. Laat me het woord gaan en dat hier lees. Zijn. But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the end time. En jij, Daniel, houd die woorden geheim en verseel de boek tot de eindtijd toe. Many shall run to and fro and knowledge shall increase. Waar zal jenen weer hardop en die kennis zal vermeerder worden. And I, Daniel, looked, and behold, there stood two, one on one side of the river, and one on the other side of the bank of the river. En ik, Daniel, had gezien, en kijk, daar het twee anderen gestaan. Eén deskant op die van die rivier, en hier op die oorkant op die wal van die rivier. And one said to the man clothed in linen, which was upon the waters of the river, how long shall it be to the end of these wonders? En één had aan die man met linnen bekleed, wat boer die vader van de rivier was gezegd. Hoe lang zal die einde van die wonderbaarlijke dingen uitblijven? Now listen. Nou luister. And I heard the man clothed in linen, which is up on the waters of the river. Toen hoorde ik die man met linnen bekleed, wat boer die vader van de rivier was. When he held up his right hand,
lend his left hand to heaven and swear by him that live forever and ever that it shall be for a time, time and a half time. En hij zijn rechterhand en zijn linkerhand naar de hemel opgeeft en gezweer bij die eeuwig levende een tijd, tijd en een halve tijd. Now we get right, exactly. No, ons krijgt precies recht. Time, time and a half time. Tijd en een halve tijd. Now you watch when you get in Daniel 70 weeks, how that comes out. Nou kijk jullie wanneer onze Daniels 70 weken aangaan, hoe dat uitkomt. That's when the mystery is going to be revealed. All right. Dat is wanneer de geheimnis openbaar gaan wordt. Goed. Time, time and a half time. Tijd en halve tijd. And when he, personal pronoun now, the Antichrist. En als hij, persoonlijke voornaam wordt nou, de Antichrist. Shall accomplish to scatter the power of the holy people. Die macht van die heilige volk geheel verstrooid. That's when he breaks his covenant in the middle of the week. Dat is wanneer hij zijn verbond in het midden van de week verbreekt. All these things shall be fulfilled. Amen. Amen. Zal al hier die dingen vervuld worden. Amen. And I heard, but I understood not. En ik heb het gehoord, maar niet verstaan niet. Then said I, O Lord, what shall be the end of these things? Daarom heb ik gezegd, Meneer, wat is de uiteinde van hier die dingen? And he said, go your way, Daniel, for the words are closed up and sealed until the time of the... En hij heeft gezegd, ga niet, Daniel, want die woorden blijven verborgen en verzeld tot die tijd van die... Oh, don't you forget that. Well, moet dat niet vergeten niet. Until the time of the end. Tot die tijd van die einde toe. Many shall be purified and made white and tried, but the wicked shall do wickedly. Baie zal gereinigd en gezuiverd en gelouterd worden, maar die goddeloze zal goddeloos handelen. And none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. En geen een van die goddeloze mensen zal verstaan, nie, maar die verstandige zal verstaan. The end time message shall reveal it, the last church age. Die hende boodschap zal openbaar. Die laatste kerk u. Gone. Hallelujah. Praise our God. There you are. Hallelujah. Glory. Sure. Daar is jullie dat. Oh, my, it shakes me to think of it. Hallelujah. Well, goeiste, dat schudt mij om daaraan te denken. The mystery. The things that the church world bastardizes and says, it's nonsense. Die verborgenheid. Die dingen waarvoor de kerk werkelijk ook knap en zei, dat is onzin. The mystery of who Jesus Christ was. Die verborgenheid van wie Jesus Christus was. Not a third person. Not the second person, not the third person, but the person of God. Niet de derde persoon, niet de tweede persoon, niet de derde persoon, maar de persoon van God. All these other mysteries of God will be revealed because it's wrote here in this book and be revealed to the end time generation. Al hier die andere verborgenheid van God zal openbaar worden, omdat het geschreven is hier in dit boek en aan de eind dit geslacht. Openbaar zal worden. They can no more sit in seminaries and schools and denominations that the Jews can see Jesus being the Messiah. Hulle kan dat net zo min zien in kweekscholen en scholen en denominaties als wat de Joden Jesus als de Messias kan zien. No wonder they try to think you're crazy. Geen wonder dat probeer dan je is mal niet. No wonder they think you're foolish. Geen wonder dat dan je is dwaas niet. No wonder they can't understand why you don't cluck up with them. Geen wonder, ik kan niet verstaan. Hoe kom je niet samen kloek met Holland? Because there's a power and a vision behind it. A word of God that's been revealed to give the church an order for the master in the going home. Oh, hallelujah. Omdat daar zijn kracht en een visioen achter het woord van God dat openbaar is om die kerk in orde te krijgen voor die wegrapen en die huis te gaan. Yes. Many shall run to and fro and knowledge shall increase. Certainly. Ja. Wij zullen hier en weer hard op een kennis zal toenemen. Zekerlijk. Now, what is another thing that would be known? No, wat is nog een ding wat bekend zal wees? Look at today at the churches. Kijk nou vandaag naar die kerken. Here it is, I hope it don't hurt, but I got to tell it. Hier is dat.
Ek hoop dit sal nie seer maak nie, maar ek moet dit sê. Making, in that day there will be an antichrist rise. Mark, en daar die dag sal daar een antichrist opstaan. Now remember, when we get in the seals, that antichrist rides right out over those seals. Nou, dan, wanneer ons in die seals ingaan, rij daar die antichrist uit oor daar die seals. Daniel spoke of it, you're the prince that would come. Daniel het hier daarvan gepraat, die prins wat zou kom. He would be cut off, Jesus would, to make reconciliations for the people. Hij zou afgesneden worden, Jesus zou om verzoening voor die volk te maken. But that prince that would stand up, that would cause the abominations to make desolation, that was wrong through Titus. Maar daar die prins was opstaan, wat die goddeloze tot stand zou brengen, wat vernietiging zou veroorzaakt, dit was Rome door Titus. And this time it's a prince coming out of Rome who will do it. En hier die tijd is het de prins dat uit Rome komt, wat hij zal doen. And he will be revealed in the last days. En hij zal geopenbaar worden in die laatste dag. Now listen, making himself God as the Holy Ghost warns us, in 2 Thessalonians, the second... Nou luister, wat ons zelf God maakt, zoals de Heilige Geest ons waarschuwt. En 2 Thessalonians, die tweede. Let's just go to it. 2 Thessalonians. Laat ons dit zoen toe gaan, 2 Thessalonians. Then you'll have not my word, but God's word. En dan zal jullie niet mijn woord hebben, maar God's woord. 2 Thessalonians, the second chapter, and the 12th verse. 2 Thessalonians, the 2nd hoofdstuk and the 12th verse. Let's see, 2 Thessalonians, the 2nd chapter, and the 12th verse. Laat ons zijn, 2 Thessalonians, the 2nd hoofdstuk and the 12th verse. Let's see. Let's begin above that, the 7th verse. Laat ons zijn, laat ons boven begin, die 7th verse. For the mystery of iniquity does already work. Want die verborgenheid van die ongerechtigheid is al aan die werk. This is Paul speaking with the Holy Ghost. Heer is Paulus dat praat door de Heilige Geest. Only he whom now let us will let until he be taken out of the way. Net tot het hij wat nou tio uit die weg geruimd is. Who is he here? Does anybody know? The Holy Ghost. He that let us. Wie is hij hier? Weet enig iemand? De Heilige Geest. Hey, wat jou? And when shall that wicked one be revealed? En dan, wanneer zal die ongerechtige openbaar worden? When just at the time the Holy Ghost is being taken out, which is fixing to leave right now. Wanneer, net op die tijd waar de Heilige Geest in die weg geruimd zal worden, wat gereed is om weg te gaan op hier die oomblik. What's he leaving for? Hoekom gaat hij weg? Taking the church with him. Neem de kerk samen met hem. Revealed. Openbaar wordt. Paul speaking under the inspiration. Paulus had praat onder de inspiratie. Whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth and shall destroy with the brightness of his coming. Wat de Heer met die aas van zijn mond zal verdelgen en door de verschijning van zijn wederkomst tot niets zal maken. The wicked one, of course. Die ongerechtige, natuurlijk. Even him whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders. Hij wie ze komt, ze volgens die werken van die Satan met allerhande krachtige daden en tekens en wonders van die leeuwen. We are the greatest church. We have this, we have this. Ons is de belangrijkste kerk. Ons is dit, ons is dit. All of you consolidate together, see? Allemaal van jullie consolideer samen, zien? We are the greatest. Lying wonders. Ons is de belangrijkste. Leeuwenachtige wonders. And with all of unrighteousness in them that perish, because they received not out the love of the truth, that they might be saved. En met alle randen van ongerechten en die wat verloren gaan, omdat hulle die liefde tot de waarheid niet aangeneem het om gered te worden. And for this cause God has sent them strong delusions, that they should believe a lie. Should believe a lie. En daarom zal God de kracht van die dwalingen sturen om die leeuwen te gloeien. Om die leeuwen te gloeien. And that they might be damned, who believe not the truth, but has pleasure in unrighteousness. En zo dat geoordeeld kan worden dat die waarheid gegloeid niet, maar behagen had het in die ongerechtigheid. Do you get it? Begrijp je dat? Oh my. Wel, goeiste. Now, Paul speaking, the time when the seal of God is being made known. Nou, Paulus had praat, die tijd wanneer de seal van God bekend gemaakt wordt. His spirit, his name,
His grace, all these other great mysteries that's going forth now, plans for His church to go in the rapture, the outpouring of the Holy Ghost has done this. Sy geest, sy naam, sy genade, al hierdie groot verborgenhede wat nou voorkom, plannen van sy kerk om in die wegraping te gaan, die uitstorten van die Heilige Geest het gedoen. That's what He's done in the last days. Dis wat hy gedoen het in die laatste dag. Now, let's see. Have we got time for this last one? Amen. No, laat ons zien. Het ons tijd voor hierdie laatste een? The sixth. Anoint the Most High. Die zesde. Om het hoogheilig is te salf. Oh, my. Here's the one. Hooggoeiste. Hier is die een. The last thing He is to do is to what? Die laatste ding wat Hij moet doen is om te wat? Now, let's just go back over in Daniel. Find out what all He's to do right here. Nou, laat ons net teruggaan oor kan in Daniel. Uitvind wat alles Hij moet doen net hier. 70 a week. 70 weke. Possibly accomplished in this time. All right. Wat moet bereik word in hierdie tyd? Goed. Are determined upon thy people and thy holy city to finish transgressions. As oor jou volk en jou heilige stad bepaal om die oortredinge. Transgressions of the people. Oortredinge van die volk. To make an end of sin. Om die maat van die sonde vol te maak. For the people. Vir die volk. And to make reconciliation for their iniquity. En om verzoening te maak voor hulle ongerechtigheid. And to bring in everlasting righteousness. En om eeuwige gerechtigheid aan te brengen. For the Jews. Vir die Joden. And to seal up the vision and prophecy. En om visioen en prophecy te verseal. To the time of the end. Tot die tijd van die einde. And to anoint the most holy. En om het hoogheilig is te salf. That's the sixfold reason of His coming. Dus die zesvoudige reden van zijn komst. Now to anoint the most holy. Nou, om het hoogheilig is te salf. Now this may be a little bit strange for just a minute, for many of you teachers, but I just hold it just for a minute. And see how it comes out. Nou hier, die mag een klein beetje vreemd wees voor net een oomblik. Verbij van jullie leraars. Maar nou houd het net voor een oomblik. Net om te zien hoe dat uitkomt. This is the anointing, not of a man. Jesus is already anointed. Is that right? Hier is die salving. Niet van een man, nie. Jezus is al reeds gesalfd. Dat recht. The book of Acts said that God anointed Jesus with the Holy Ghost. He went around doing good and healing the sick. Die boek van Handelingen zei dat God Jezus met de Heilige Geest gesalfd werd. Hij is rondgegaan en goed gedaan en is ziek is genees, enzovoorts. Jesus is already, He is Messiah, and Messiah means the anointed one. Is that right? Jezus is al reeds. Hij is Messias. En Messias betekent die gesalfde een. Is het recht? But here at the end time, He's to anoint the most holy. Maar hier aan de eindtijd moet Hij, wat hoogheilig is, salf. What is the most holy? Wat is wat hoogheilig is? To my way of seeing it, which I believe I can prove it by the scripture, is to anoint the most holy, which will be the tabernacle that will be used during the millennium. Volgens mij zie ik daarvan, wat ik geloof, ik kan het bij de schrift bewijzen, is om te salf, wat hoogheilig is. Wat die tabernacle zal wezen wat gebruikt kan worden gedurende het millennium. Now listen, see why I get it. Nou luister, zie hoe kom ik dat krijg. Described in Ezekiel, the 43rd chapter, first and sixth verse. Beschrijf in Ezekiel, die vierde hoofdstuk, die, nee, ik bedoel die 43ste hoofdstuk, eerste en zesde vers. Let's go back to Ezekiel and find out how these pictures in the millennium, how they will anoint the... Laat ons teruggaan bij Ezekiel en uitvinden hoe hij voorstelt in die millennium, hoe hij zal salf die. Ezekiel 43, and let's just read a little bit here now, and see what he's going to do in this millennium. Anointing. Ezekiel 43, en laat ons dat klein stukje hier lees nou en zien, wat hij gaat doen in hier die millennium salving. Ezekiel 43, all right, and now let's begin with the first to the sixth verse. In Ezekiel 43, God, en nou laat ons beginnen met de eerste. To the sixth verse. You read the whole thing, you have to get home, of course. You just put it down. Ezekiel 43. Jullie kan die hele ding lezen nadat jullie thuis komen, natuurlijk. Jullie wat neerschrijf. Ezekiel 43. Afterwards, now what? Nadat. Nou, houd op. Description of the temple that is to be built in the millennium.
beskrywing van die tempel wat in die millennium gebou gaan word. Now anyone, any reader that knows that from Ezekiel the 40th chapter until about the 44th chapter is nothing in the world but the millennium temple being erected on earth. Anyone knows that. See? Nou, enig iemand, enige leser wat weet, dat vanaf Ezekiel die 40ste hoofdstuk tot omtrent die 44ste hoofdstuk is niks op aarde behalwe die millennium temple wat op die aarde opgerig word nie. Enig iemand weet het. Sin. When the glory of the Lord fills it and so forth like that. Wanneer die heerlijkheid van die Here het vol, enzovoort, soos daardie. Now we're going to just describe the temple in the 43rd chapter and the first to the 6th verse. Nou ons, gaan in die tempel beskryf in die 43ste hoofdstuk en die eerste tot die 6ste vers. After he brought me to the gate, even the gate that looked towards the east. Nadat hij mij geleid had naar die poort wat naar die ooste kijk. And behold, the glory of God of Israel came from the way of the east. En kijk, die heerlijkheid van God van Israël het van die ooste kant afgekom. And the voice was like the voice of many waters. En die geruis daarvan was zoals die stem van baie waters. And the earth shined with the glory. En die aarde geglans van die heerlijkheid. And it was according to the appearance of the vision which I saw. En die gezicht wat ik gezien heb, het gelijk zoals die gezicht wat ik gezien heb. Even according to the visions that I saw when I came to destroy the city. Toen ik gekomen heb om die stad te verwoest. And the vision was like unto the vision that I saw by the river. Chidbar. And I fell upon my face. En die gezicht was zoals die gezicht wat ik gezien heb bij de Kibar rivier. En ik het op mijn aangezicht geval. And the glory of the Lord came into the house by the way of the gate whose prospect is towards the east. En die heerlijkheid van die Here, die heerlijkheid van die Here het in die huis ingetrek deur die poort waarvan die voorkant naar die ooste toe lê. So the Spirit took me up and brought me into the inner court. And behold, the glory of the Lord filled the house. En die Geest het mij opgeneem en mij in die binnenste voorhof gebracht. En kijk, die heerlijkheid van die Heere het die huis vervul. And I heard him speak unto me out of the house, and the man stood by me. En ik heb die een gehoor wat met mij spreekt uit die huis, terwijl die man bij mij staan. Anointing that temple for the millennial reign. Salven, wat daar die tempel voor die milleniale heerschap is salven. Now note, in Leviticus, now watch how it was dedicated in Leviticus. Nou let op in Leviticus. Nou kijk hoe de toegewijd is in Leviticus. Now if we go back to Leviticus, we find out that Moses anointed the temple. Nou, als ons teruggaan naar Leviticus, vindt ons uit dat Moses die tempel gesalven heeft. Let's just go back while we're at it. We got that much time. Laat ons dit teruggaan terwijl ons daarbij is. Ons het zoveel tijd. And let's go back to Leviticus and find out when Moses anointed the temple. Leviticus, the 8th chapter. En laat ons teruggaan naar Leviticus en uitvinden toen Moses die tempel gesalfd heeft. Bij Leviticus, die 8ste hoofdstuk. Oh, I just love to compare these scriptures to scriptures. Wee, ik hou net daarvan om hier die schriften met schriften te vergelijken. Don't you love it? Hou jullie niet daarvan niet? And then you just got an idea of what we're looking for and what we're doing. En dan het jullie net een idee waarna ons zoek en wat ons doen. Now, any of you realizes that we're just using the scripture now and then on it. Nou, enige van jullie beseft dat ons het de schrift nou en dan gebruikt daarop. Now, the 8th chapter of Leviticus. Nou, die 8ste hoofdstuk van Leviticus. Now, I've got marked down here the 10th verse. En ik het afgemerkt hier, die 10e vers. Note Leviticus 8 and 10. Let's see. Let op, Leviticus 18. Laat ons zien. And Moses took the anointing oil, and poured anointing oil, and anointed the tabernacle, and all that was therein, and sanctified them. Toe het Moses die salfolie geneem in die tabernakel en alles wat daarin was. Gesalfd in het geheilig. And sprinkled thereof upon the altar 7 times.
En daarvan 7 maal op die altaar gesprinkel. Nor the altar and all the vessels, both the laver and is put to this to sanctify them. Die altaar gesalf en al sy gereedskap met die waskom en sy voetstuk om dit te heilig. And he poured anointing oil upon Aaron's head and anointed him to sanctify him. Daarna het hy die salvingsolie op die hoof van Aaron gegiet om hom te heilig. Moses in the wilderness sanctifying or anointing the tabernacle of worship for the children of Israel when they were in their journey. It was anointed. Moses in die wildernis wat heilig op die tabernakel van aanbidding salf vir die kinders van Israel toe hulle op hulle tog was. Dit was gesalf. Now in 2 Chronicles, turn over and we'll see the dedication that when the Holy Spirit took his seat at the tabernacle, and watch what's taking place now. No, in 2 Kronieke, blaai oor, en ons sal die toewijding sien dat toe die Heilige Geest sy sitplek ingeneem het in die tabernakel, en kyk wat nou plaasgevind het. In 2 Chronicles, the 5th chapter, and let's begin at the 13th verse. In 2 Kronieke, die 5e hoofdstuk, en laat ons begin by die 13e vers. 2 Chronicles, the 5th chapter, and begin at the 13th verse. 2 Kronieke, die 5e hoofdstuk, en begin by die 13e vers. And it came to pass, as the trumpets and the singers were to make one sound to be heard, the praising and thanksgiving of the Lord. En toe die trompette en die sangers eenstemmig begin, die Here te prijs en te loof. And when they lifted up their voices with the trumpet, and the cymbals, and the instruments of music, and praising the Lord, and singing. En net toe hulle die stemme verhef met die trompet, en met die cymbale, en met die muziekinstrumenten, en met loof die Here. For he is good, and his mercies endureth forever. Want hij is goed, want zijn goedertierheid is tot in eeuwigheid. That then the house was filled with a cloud, even the house of the Lord. Is die huis van die Heere, vervol met de wolk. So that the priest could not stand to minister by reasons of the cloud, for the glory of the Lord had filled the house of God. Hallelujah. So dat die priesters gestaan het, kon vanweer die volk niet staan om dienst te doen niet, want die heerlijkheid van die Heer heeft die huis van God vervul. God came into the sanctuary that was to be anointed and was given over to him for the people to come to worship. God heeft in die heiligdom ingekomen wat gesalf is waard en oorgegeven was aan hem voor die volk om te komen aan bed. So to anoint not the holy place, but to anoint the most holy place. So, om te salf, nie uw heilige plek nie, maar om die hoogheilige plek te salf. And we notice that New Jerusalem is the most holy place. En ons het op dat, Nieuwe Jerusalem is die hoogheilige plek. And the anointing will be upon the New Jerusalem. Amen. That descends from God out of heaven prepared as a bride adored for her husband. En die salving sal wees op die nieuwe Jerusalem, wat vanaf God uit die hemel neerdaal, voorbereid is een bruid getooi voor haar man. The anointing will be upon them. Die salving sal op hulle wees. Now, when Zerubbabel dedicated his temple after it was rebuilt. No, toe Zerubbabel die tempel toegewei het nadat het herbouw was. It was not anointed again because it was already been anointed and been torn down. It was just instructed again. Was het nie weer gesalf nie, omdat het al reeds gesalf was en afgebreek is, en het was net weer beveel. The destruction had come to it. Die verwoesting wat daarmee gebeur het. It had been instructed again and put up so there was no anointing of it anymore. Dat is weer beveel en opgerig. So daar was nie meer enige salving daarvan nie. When it was one time anointed, that carried on through and it goes on till this very time. Toe dit een keer gesalf was, dit het deur gedra en het gaan voort tot hier die eindste tijd.
But when God sets up the millennium tabernacle, he will anoint the most holy. Maar wanneer God die millennium tabernakel oprig, zal hij die hoogheilige salf. Not thy holy, but the most holy. Niet uw heilige, niet maar die hoogheilige. But when the king takes his throne for 1,000 years, glory. Maar wanneer die koning zijn troon inneemt voor 1,000 jaar, glory. He's over now. Als hij nou voorbij. Anointing of the most holy will be the last thing take place. Die salm van die hoogheilige zal die laatste ding wees wat plaatsvindt. When the tabernacle is erected, the resurrection has come, the Jews has returned. Wanneer die tabernakel opgerig is, die opstanden gekomen, die Joden teruggekeerd het. Christ and his bride has come, the Jew, the 144,000 are sealed, the millennium has taken place. Christus en zijn bruid gekomen, die Jood, die 144,000 verseel is, die millennium plaatsgevonden heeft. There will be an anointing, when the most holy place will be anointed. Daar zal salving wees, wanneer die hoogheiligste plek gesalf zal worden. The holy, holiest of holies, and the most holy. Die heilige, allerheiligste, en die hoogheiligste. When the most holy place is the sanctuary, where God lived between the cherubims. Wanneer die hoogheiligste plek is die heiligdom waar God gewoond het tussen die cherubs. And this time Christ will set in the most holy place with the anointing upon him. En hier die keer zal Christus in die hoogheiligste plek zit met die salving op hem. And there will need no sun there, for the Lamb in the midst of the city shall be the light. En er zal geen zon nodig hebben daar niet, want die Lam in die middel van die stad zal die lucht wees. The sun will never go down in that city, as old Uncle Jim used to say. Die zon zal nooit ondergaan in daar die stad, zoals old Oom Jim altijd gezegd. And it never will, because Christ will be that light, the anointed one. En het zal nooit niet, omdat Christus daar die lucht zal wees, die gesalde een. And the king will come and take his throne for 1,000 years to reign. En die koning zal komen zijn troon in je voor 1,000 jaar op de regeer. Jeremiah 3, 12, 18 inclusive. Let's read it. Jeremiah 3, 12 tot 18 inclusief. Laat ons het lees. Over in Jeremiah, the 18th chapter. I believe, yeah, no, the 12th chapter, pardon me. Waar kan in Jeremiah, die 18e hoofdstuk, geloof ik? Ja, nee, die 12e hoofdstuk. Verschoon mij. The 12th chapter of Jeremiah. And let's begin with Jeremiah 3, pardon me. Die 12e hoofdstuk van Jeremia, en laat ons beginnen bij die Jeremia 3, verschoon mij. Jeremiah 3, I've written down here where... Jeremia 3, ik heb het hier onder neergeschreven, waar? While studying the Holy Spirit, moving me just from place to place, I just jotted these down the best I could. Een studie, die Heilige Geest me net van plek tot plek laat bewegen het. Ik heb net hier die hier onder neergeschreven, die beste wat ik kon. Jeremiah 3, and then 12 to 18 inclusive. Let's read it. Jeremiah 3, en dan 12 tot 18 inclusief. Laat ons het lees. Go and proclaim these words towards the north, and say, return, thou backslidden Israel, saith the Lord. Ga en roep hier die woorden naar de noorden toe uit, en zeg... Keer terug, o afkeerige Israël, spreek de Heere. And I will not cause my anger to fall upon you, for I am merciful, saith the Lord, and I will not keep anger forever. Ik zal jullie niet donker aankijken, want ik is goedertieren, spreek de Heere. Ik zal die toren niet voor eeuwig behouden. Only acknowledge thine iniquity. That thou hast transgressed against the Lord thy God. Alleenlijk ken je ongerechtigheid dat jij tegen de Heer je God overtreedt. And hast scattered thy ways to the stranger under every green tree. En je wegen richt naar die vreemdeling onder elke groen boom. That's what they've done from east, west, every nation. See? Dus wat hulle gedoen het van oost, west, elke volk. Zijn. And ye have not obeyed the voice. My voice, saith the Lord. Maar na die stem, mijn stem het jullie niet geluisterd, die spreekt de Heere. Turn. Listen to this. Keer terug.
Luister hierna. Turn, O backslidden children, saith the Lord, for I am M-A-R-R-I-D. I am married unto you. Keer terug, o afkeerige kinder, spreek die Heer van ek is. G-E-T-R-O-D, ek is getrouwd met julle. Our eyes were blinded, because I give the Gentiles a chance. Hulle oe is verblind, omdat ek die heidene kans gee. But you return, for I am married unto you, and I will take you one of a city and two of a family. Maar keer julle terug, want ek is getrouwd met julle, en ek sal julle neem, een uit de stad en twee uit de familie. Not all that calls themselves Jews will go in, but that elected group will go in. Nie allemaal wat ons self Joden noem sal ingaan nie, maar daar die uitverkore groep sal ingaan. That little Benjamin that come up down there before Joseph. Daar die klein Benjamin wat opgekom het daar onder voor Joseph. That group from out of every nation, one out of a city and out of a family. Daar die groep vanuit elke volk, een uit de stad en een uit de familie. And I will bring you to Zion. En zal jullie een Sion brengen. And I will give you a pastor according to thy heart, which shall feed you with knowledge and understanding. En ik zal aan jullie geen herders na jullie hart, wat jullie zal oppassen met kennis en verstand. And it shall come to pass, when you be multiplied and increased in the land in those days, saith the Lord. En als jullie vermenigvuldigd wordt in die land, in die dag, spreekt de Heer. They shall say no more, the ark or the covenant of the Lord. Dan zal hij niet meer zeggen, die verbondsark van de Heer niet. Neither shall it come to mind, neither shall they remember it. Wat zal dit in die hart niet opkomen niet, en hulle zal daar aan niet denk. Neither shall they visit it, neither shall it be done anymore. En dit nie soek nie. En dit sal nie weer gemaakt word nie. At that time they shall call Jerusalem the throne of the Lord. En die tijd sal hulle Jerusalem noem die troon van die Here. As he'll be there, see? Omdat hy daar sal wees. Sien? And all the nations shall gather, hallelujah, unto it. En al die nasies sal daarin saamkom. Hallelujah. And the name of the Lord to Jerusalem. Vanwe die naam van die Heer in Jerusalem. Neither shall they walk anymore after their own imaginations and the evil of their heart. En hulle sal nie meer wandel na eie verbeeldings in die verharding van hulle hart nie. That's when that city will be anointed. Dis wanneer die stad gesaal sal word. That's when the new Jerusalem will be anointed. Dis wanneer die nieuwe Jerusalem gesaal sal word. And all the nations of the city. In all the nations of the stad. Over in Revelation, the 22nd chapter, it says the gate shall not be closed by night, cause there will be no night there. Waar kan de openbaring in de 22e hoofdstuk? Hebben we gezegd, die poorten zal niet s'nachts gesluit wees nie, omdat daar geen nacht zal wees nie. And all the kings of the earth shall bring their honor and glory into this city. En al die konings van die aarde zal eer en heerlijkheid in hier die stad inbrengen. Its walls will be jasper and sardis stone, 12 manner of stones. Zijn muren zal jaspers en sardis steen wees, 12 soorten stenen. And 12 gates shall be one solid pearl, only gate. En 12 poorten zal een solide pearl wees, een elke poort. There shall be no need of the candle in there. Daar zal geen behoefte aan de kers daar binnen wees nie. There will be no more sunlight, for the land that's in the midst of the city shall be the light. Daar zal nie meer enige sonnig wees nie, want die lam wat in die middel van die stad is, sal die lucht wees. And he shall lead his people in the everlasting life. En hy zal sy volk lei die eeuwige lewe in. There will be two trees standing, one on the either side of the river, and they far the healing of the nation. Daar zal twee bome staan, een aan elke kant van de rivier, en hulle zal vir die geneesing van die volk wees. That's that anointed one never come. Dus daar die gezalde in wat zal komen. The holy city descending from God out of heaven, coming to the earth. Die heilige stad wat neerdaalt van God af uit de hemel wat naar de aarde te komen. Let's take now what will take place during that time. Laat ons nemen wat zal plaatsvinden gedurende daar die tijd. Oh, do you love it? Amen. Wow, hou jullie niet daarvan niet?
Let's turn to Isaiah 65, just a minute. Laat ons blaai na Jesaja 65, net 'n oomblik. Just too good to skip by, it's just too good to leave. Net te goed om oor te slaan, dis net te goed om te los. Might be a little hot, but let's just keep moving. Mag 'n bietjie warm wees, maar laat ons net bly beweeg. Isaiah 65. Listen what will take place during that time. Jesaja 65, luister wat gaan gebeur gedurende daardie tyd. And just ask yourself, sinner friend, if you could afford to miss this. En vraag net jouself, sondaar vriend, of jy kan bekostig om dit te mis. Isaiah 65, let's begin with about the 17th verse. Jesaja 65, laat ons begin met omtrent die 17e vers. Listen, everybody close now. Luister, allemaal aandachtig nou. This is during the time of the millennium, when the Most Holy is anointed. Heer, dis gedurende die tyd van die millennium, wanneer die Hoogheilige gesalf word. For behold, I will create new heavens and new earth. Want kyk, ek sal nieuwe hemelen en nieuwe aarde skep. And the former shall not be remembered nor come into mind. En aan die vorige dinge sal nie gedink en hulle sal in die hart nie opkom nie. But be glad and rejoice even in that which I create. Maar wees bly en juig selfs oor wat ek skep. For behold, I create Jerusalem. I create Jerusalem. Want kyk, ek skep Jerusalem. Ek skep Jerusalem. That's the new Jerusalem. Dis die nuwe Jerusalem. A joy and her people a joy. Om te juig en sy mense om blij te wees. What is the anointing? Wat is die salving? The joy of the Lord. Die blijdskap van die Here. Create Jerusalem a joy and her people a joy. Skep Jerusalem om te juig en sy mense om blij te wees. And I will rejoice in Jerusalem. En ek sal juig oor Jerusalem. The king in the throne, on the royal majesty of the throne, the eternal throne, and the eternal people with an eternal joy in an eternal city. Oh, my. Now I will rejoice in Jerusalem and joy in my people. Die koning in die troon of die aardelike majesteit van die troon, die ewige troon en die ewige volk met die ewige blijdskap en die ewige stad. O, goeiste, en ek sal juig oor Jerusalem en bly wees oor my volk. And the voice of weeping shall be no more heard in her, nor the voice of crying. En daar sal nie meer gehoor word die stem van geween of die stem van geskreeu nie. There shall be no more since infant of days. Daar vandaan sal nie, suiglik van 'n paar dae. Nor an old man that has not fulfilled his days. Of 'n grysaard was hy daar nie voltooi nie. For the child shall die 100 years old, but a sinner being 100 years old shall be accursed. Wat de zoon zal sterven 100 jaar oud, en wie zondig zal 100 jaar oud duur die vloek getref word. And they shall build houses and inhabit them. En hulle zal huizen bouwen en bewoon. They shall plant vineyards and they shall eat the fruit of them. Wanger de plant en die vrucht daarvan eet. They shall not build and another inhabit. Hulle zal niet bouwen dat de ander dit bewoon nie. That is you die and your son take your place. Dat is jy sterf en jou seun neem jou plek. Build another the heaven. Bou dat de ander dit bewoon nie. They shall not plant and another eat thereof. Hulle sal nie plant dat de ander daarvan eet nie. For as the days of a tree shall the days of my people. Want die dag van die volk sal wees soos die dag van die bome. And my elect long shall they enjoy the works of their hands. En my uitverkorenes sal lang hulle werke van hulle hande geniet. They shall not labor in vain to bring forth for trouble. Hulle sal nie te vergees vermoei of waar verskillike ondergang nie. For they are the seed of the blessed of the Lord and their offsprings with them. Want hulle geslag is 'n geslag van die wat deur die Here geseën is en hulle nakomeling is by hulle. And it shall come to pass before they call, I will answer. En voordat hulle roep, sal ek antwoord. That glorious anointing in behind the cherubim. Daar die heerlijke salving in achter die gerub. I'll answer. And while they are yet speaking, I will hear. Sal ik antwoord, terwijl hulle nog spreek, verhoor ik. The wolf and the lamb shall feed together. Die wolf en die lam zal samenwee. The lion shall eat straw like the bullock. En die leeuw zal strooi eet soos een bees. The dust shall be the serpent's meat. En stof zal die voedsel van die slang wees. And they shall not hurt nor destroy in all my holy mountains.
saith the Lord. Hulle sal geen kwaad doen of het derf aanrig op my heilige berg nie, sê die Heere. Can you miss it? No. Kan jy dit misloop? Nee. Jerk right back here again, and Isaiah speaking again at the 11th chapter, the first verse to the 9th. Weer hier reguit terugtrek, en Jesaja wat weer spreek, by die 11e hoofstuk, die 1ste tot die 9e vers. Listen what he says here again, when he catches a vision, after he sees the women, the way they'll be acting in the last days. Luister wat hy weer hier sê, wanneer hy die visioen kry, nadat hy die vrouwe sien, hoe hulle sal optree in die laaste dag. Isaiah 11:1. And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse. Maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stam van Isaï. A branch that shall grow out of his roots. 'N loot uit sy wortel sal vrugte dra. Who was that? Wie was dit? Christ. Christus. Out of his roots. Uit sy wortels. And the Spirit of the Lord shall rest upon him. The Spirit of wisdom, of understanding. En op hom sal die Gees van die Here rus. Die Gees van wysheid en verstand. The Spirit of counsel, might. The Spirit of knowledge, and the fear of the Lord. Die Gees van raad, sterkte. Die Gees van kennis en die vrees van die Here. And shall make him of quick understanding and the fear of the Lord. En sal hom vlug van begrip in die vrees van die Here maak. And he shall not judge after the sight of his eyes, neither after the hearing of his ears. En hy sal nie reg spreek na wat sy oë sien nie, en nie na wat sy ore hoor nie. But with righteousness shall he judge the poor, and reprove their iniquity for the meek of the earth. Maar aan die armen sal hy in gerechtigheid recht doen, en die sagmoediges van die land vir hulle oortredinge oordeel. And he shall smite the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips shall he slay the wicked. Maar hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond, en die asem van sy lip met die goddelose doodmaak. The righteous shall be girded of the loins, and the faithful the gird of the reins. En die rechtvaardige sal omgord wees om die lendene, en die getrouwes die gordel van die heupe. And the wolf also shall dwell with the lamb. And the leopard shall lie down with the kid. En wy die wolf by die lam, en die luiperd gaan lê by die bokkie. That's the goat. Dis die bok. And the calf, and the young lion, and the fatling, and the lion, and the fatling together. And a little child shall lead them. En die kalf, en die jong leeuw, en die vetgemaakte, of kalf, of die. Leeuw en die vetgemaakte vierpen mekaar. En een klein sjoentje zal hulle aanja. The cow and the bear shall feed their young ones. And shall lie down together. Die koei en die beren wij. Hulle kleintjes. En leef in mekaar. And the lion shall eat straw like an ox. En die leeuw is strooisel zijn os. And the suckling child shall play upon the hole of the asp. En die zuigeling speelt bij die gat van de adder. And the weaned child shall put his hand in the crop that's then. En die gespeende kind steekt zijn hand uit naar de kuil van die basilisk. They shall not hurt or destroy in all my holy mountains. Hulle zal die kwaad doen of een derf aanrug op mijn heilige bergen niet. For the earth shall be full of the knowledge as the water covers the sea. Want die aarde zal vol wees van die kennis, zoals die water die zee bodem oordek. That's in that new Jerusalem. That new. Dus en daar die nieuwe Jeruzalem. Daar die nieuwe een. Branch here is referred to of the branch of David. He's both branch and offspring. Takkie, hier wordt na verwijs van die tak van David. Hij is beide tak en nakomeling. Now, after this, the bride appears. No, hierna verschijnt die bruid. After the 70 weeks, the bride appears in Revelation, the 19th chapter, the 1st and the 16th verse. Na die 70 weken verschijnt die bruid in Openbaringen, die 19e hoofdstuk, die 1ste en die 16e vers. She arrives with her bridegroom, the mighty king. Zij arriveert samen met haar bruidegom, die machtige koning.
my, I don't know where we're going to get it all right now. Well, Christy, weet je of ons dat alles gaan krijgen of niet? Just got it so right. Let's just read part of this anyhow. Had het net zo. Wel, laat ons het deel hiervan lees. In elk geval. Here's where the bride comes after this. Hier is waar die bruid zal komen. Hierna. See, after the millennium sets in, then Christ comes back with the bride. Zijn na die millennium begint, dan komt Christus terug met die bruid. Right, 1 to 16. And the 19th chapter. Recht, 1 tot 16 en de 19e hoofdstuk. And after these things. En na hier die dingen. After this tribulation, after the woes, after the seals, after the plagues, after the casting out of Satan, after the setting up of the millennium. Watch. Na hier die verdrukking, na die pla, na die seals, na die weer, en die pla, na die uitwerping van Satan, na die opstel van de millennium. Kijk. After these things, I heard a voice of much people in heaven saying, Hallelujah, salvation and glory, honor, power, unto the Lord our God. Na hier die dingen het ek, stem van een groot menigte in die hemel gehoor wat sê, Hallelujah, die heil en die heerlijkheid, eer, kracht aan die Heere, onze God. For true and righteous are thy judgments. Want die oordeel is waarachtig en rechtvaardig. For he had judged the great whore, which did corrupt the earth with her fornication, and has avenged the blood of his servants at her hand. Want hij die groot hoer geoordeeld van die aarde met haar hoererijen verderfd, en hij die bloed van zijn dienst kreeg op haar gewreek. And again they said, Alleluia. En voor de tweede maal het hij, halle, en voor de tweede maal het hij gezegd, Halleluja. And her smoke rose up forever and ever. En haar rook gaat op tot in alle eeuwigheid. That's the old prostitute church. Dus daar de old prostitute kerk. Her smoke rose up. Haar rook het opgesteeg. And the 24 elders and the 4 beasts fell down and worshiped God. That sat upon the throne saying, Amen. Hallelujah. En die 24 ouderlijke en die 4 levende wezens neergevallen God aan het bed wat op die troon zit en gezegd, Amen. Hallelujah. And the voice came out of the throne saying, Praise our God. En die stem werd uit die troon uitgegaan en gezegd, Praise onze God. Praise our God, all ye his servants, and ye that fear him, both small and great. Praise onze God, al zijn dienstknechten en jullie wat hem vrees, klein en groot. And I heard as it was the voice of a great multitude. En ik heb iets gehoord zoals de stem van een groot menigte. Listen, here you are, church. I just showing up the third chapter. Here she comes. See? Luister, hier is jullie kerk. Nadat ze opgegaan in die derde hoofdstuk, hier komt zij. Zing. And I, the sixth verse. En nou die zesde vers. And I heard as it were the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of a mighty thundering, saying, Hallelujah, for the Lord God omnipotent reigneth. En ik heb iets gehoord, zoals de stem van een groot menigte, en zoals de geluid van bije waters, en zoals de geluid van ster donderslaan, wat zij. Hallelujah, want de Heere God, die Almachtige, heeft de koningschap aanvaard. Hallelujah, watch. The marriage of the Lamb comes now. Here she comes. Hallelujah. Kijk, die bruid van die Lamb komt nou. Hier komt zij. Let us be glad and rejoice and give honor to him. For the marriage of the Lamb is come and his wife has made herself ready. Laat ons blij wees in ons verheug en een hond die heerlijkheid geeft. Van die bruid van die Lamb is gekomen. Zijn vrouw heeft haar gereed gemaakt. Here she comes, both bride and bridegroom. Hier komt zij. Bij de bruid en bruidegom. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white. En aan haar is gegeven bekleed te wees met rein en blank fijn linnen. For the fine linen is righteousness of saints. Want die fijn linnen, rechtvaardige daden van heiligen. And he said unto me, Right, blessed are they which are called unto the wedding supper of the Lamb. Toen zei voor mij, schrijf. Zalig is die wat genoeg is naar die bruiloftsmaal van die Lam. And he said unto me, These are true sayings of God. En hij zei van mij, Dit is waarachtige woorden van God. And I fell down at the feet to worship him. And he said unto me, See thou doest it not. En ik heb voor zijn voeten neergevallen om te aanbid. Maar hij heeft voor mij gezegd, Moet niet. I am of thy fellow servant, thy brethren. And have the thy brethren, and have the testimony of Jesus.
Ek is 'n mededienskneg van jou, jou broeders en van die jou broeders en van die getuienis van Jesus het. Worship God for the testimony of Christ of Jesus is the spirit of prophecy. En bid God van die getuienis van Christus, van Jesus is de geest van die prophecy. And I saw heaven open and a white horse. Toe het ek die hemel geopen gesien en een wit paard. Oh my. Wee goeiste. And he that sat thereon was called faithful and true and righteousness does he judge and make war. En hy wat daar sit, word genoemd getrouw en waarachtig. En hy oordeel en voer oorlog, gerechtigheid. And his eyes was as flames of fire and his head was many crowns. En sy oor was soos vuurvlammen en sy hoof was baie kroone. He was crowned what? King of kings. Hy was gekroon as wat? Koning van die konings. And he had a name written that no man know but himself. En hy het 'n naam wat geskryf is wat niemand ken nie behalwe self. And he was clothed with white vesture dipped in blood and his name is called the Word of God. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was en sy naam is die Woord van God. In the beginning was the Word. And the Word was God and the Word was made flesh and dwelt among us. In die begin was die Woord en die Woord was God. En die Woord het vlees geword en onder ons gewandel. Who was it? Jesus. Wie was dit? Jesus. And his name is called the Word of God. En sy naam is die Woord van God. And the armies which were in heaven followed him upon white horses clothed in fine linen, white and clean. En die leers in die hemel het hom gevolg op wit perde bekleed met wit en rein fijn linnen. Glory, here he comes. Glory, hier komt zij. And out of his mouth does go a sharp sword, that and that it should smite the nations, and shall rule them with a rod of iron. En uit zijn mond gaan daar een scherp zwaard om, en dat dit die nazi zou slaan, en zal hem met een ijsterstaf regeer. And he treadeth the winepress of the fierceness of the wrath of Almighty God. En hij trapt die parskuip van die wijn, van die grimmigheid en van die toren van God, die Almachtige. And he had on his vesture and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. En hij had op zijn kleed gehad en op zijn heup die naam wat geschreven is, Koning van de Konings en Heer van de Heeren. What was it? Wat was dat? His people just crowning, Amen. King of Kings and Lord of Lords. Coming back to his holy temple, anointed with the presence of God to live and to reign through the millennium with his church. Amen. Zijn volk het hem pas gekroond, koning van de konings en heren van de heren, wat terugkomt naar zijn heilige tempel, gesalfd met de tegenwoordigheid van God, om te leven en te regeren door de millennium samen met zijn kerk. Amen. The appearing with the mighty king to take her place at his side. The new royal anointed temple. Die verschijning samen met die machtige koning om haar plek aan zijn zij in te nemen. Die nieuwe adellijke gezalfde tempel. Now the sixfold purpose of Revelation 6, 1 to Revelation 19:21 is fulfilled. Nou is die zesvoudige doel van Openbaring 6, 1 tot Openbaring 19:21 vervuld. Listen, I'm closing. Luister nou, ter afsluiting. The seven seals, seven trumpets, seven vials, three wolves, woman in the sun, casting out of the devil, of the red dragon, comes between these times during the great tribulation period. Die zeven seals, zeven bazuinen, zeven skalen, drie weer, vrouwen die zon, uitwerpen van die duivel op die rode draak. Kom tussen hier die tye gedurende die groot verdrukkingsperiode. Don't forget it. Moet het niet vergeet nie. All these things take place during this time, but here is the sixfold purpose of his coming. Al hier die dinge vind plaas gedurende hier die tyd, maar hier die is die zesvoudige doel van zijn komst. Do you believe it? Gloe julle dit? What a glorious time lays in store for those who love the Lord. Wat een heerlijke tijd lê en wacht voor hulle wat hier lief het. I tell you friends, we can't afford to miss that. Ik zei je vriend, ons kan niet bekostigen om dit te missen.
Don't miss that for whatever you do. Be sure. Moet het niet missen. Van wat je ook al doen, maak zeker. Now next Sunday, if the Lord is willing, I want to present, if he will help me, to show just exactly for each one of those 7 days where they took place. Nou, volgende zondag, als de Heer wil ik aanbieden, als hij mij zal helpen, om te wijzen precies waar elke van daar is, zien we daar, waar het plaatsvindt. Bringing the same thing that I did today. Heer, dezelfde ding brengen, wat ik vandaag heb. And place those 7 times, 7 weeks, 70 if we, right in the place of that Jewish sanctuary, and show just exactly where we're living here at the end. Amen. The Lord willing. En daar die 70 weken, recht in die plek, plaats van daar in Joodse heiligdom. En net precies wees waar ons hier aan de einde leef, als de Heer wil. Do you love him? Heb je hem lief? Could you afford to miss heaven? Kan jullie het bekosten om de hemel mis te lopen? We're at the end time. Nee, ons is aan de eindtijd. What's he coming to do? Wat kan hij doen? First thing will take place. Eerste ding wat zal plaatsvindt. Before Jesus ever comes to the earth, what will be the first thing? Voordat Jezus moet naar de aarde komen, wat zal de eerste ding wees? The church will be what? Raptured. Die kerk zal wees wat? Weggeraapt. Will Jesus come to the earth and walk around the grave and shake hands with Papa and Mama and talk to us all here and go up? No. Zal Jezus naar de aarde komen, rond op in de graf en handen schudden met Papa en Mama met ons allemaal hier praat en opgaan? Nee. How will it be? Hoe zal het wees? We say this to you by the word of the Lord. That we which are alive and remain. Die, ons zegt het voor jullie, door die, door die woord van de Heer, dat ons wat we leven woord blijft. Tweede Thessalonicense, vijfde hoofdstuk. We which are alive and remain to the coming of the Lord shall not hinder or prevent those that are asleep. Ons wat we leven woord blijft tot we de weerkomst van de Heer, die ons slapen zogenaamd niet zal voor wees niet. For the trumpet of God shall sound, the dead in Christ shall rise first. Met geklank van de bezuin van God en die wat in Christus gesterven zal eerst opstaan. And we which are alive and remain shall be caught up together with them to meet the Lord in the air. Amen. Daarna zal ons dat we leven oerblijf samen met hullen en die wolken weggevoerd worden hier tegemoet aan die lucht. We'll be caught away in a moment of the twinkling of an eye. Amen. Oh, zal een oomelijk weggevoerd worden in een oogwank. During that time that ends the church age. Gedurende daar die tijd, dit beëindigt de kerk, joh. Then down here on the earth, God starts dealing with the Jews. Dan hieronder op de aarde begint God deel met de Joden. There'll be two prophets. Daar zal twee profeten wees. The 11th chapter, we'll pick that up. Die aarde hoofdstuk, ons zal het optellen. Two anointed prophets, like Elijah and Moses, who I think it is. Twee gezalde profeten, zoals Elijah en Moses, wie ik denk dat is. And they'll bring great curses. After they have seen that they have consolidated and Rome has broken its covenant that print. En hulle zal groot vervloekings brengen nadat hulle gezien het dat hulle geconsolideerd het en Rome zijn verbond verbreek het, daar die prins. In the middle of this 70th week, it'll break its covenant with Rome, or Rome will break it with Israel. In die middel van die 70ste week zal het zijn verbond met Rome verbreek, of Rome zal het verbreek met Israël. And that'll cause the abomination again to scatter. En dat zal die goddeloze dat verspreiden. And there will be the great flood when the Gentile remnant, the sleeping virgin. En daar zal de groot vloed wees wanneer die heiden oorblijfsel, die slapende maag. The dragon Rome spurted water out of his mouth to make war with the remnant of a woman's seed that keep the commandments of God. Die draak Rome met water in zijn mond gespuug om oorlog te maken met die oorblijfsel van die vrouwse zaad, van die geboeien van God en Rome. Rome will do that. Rome zal het doen. A confederation church will consolidate them together and bring the Jews into this confederation. Een confederatie van kerken zal het samen consolideren en de Joden en hier de confederatie inbrengen. And bring them back to their own temple worship again in the thus saith the Lord out of the Bible and they will have their own church. En hulle weer naar hulle eigen tempel aanbidding terugbrengen. En die zwaar spreekt de Heer uit die Bijbel. En hulle zal hulle eigen kerk hebben. They are what now? Hulle is wat nou? I just called it just now, it's fresh. Ik heb het nou net gekregen. Dat is vars. They are now a nation recognized. Is that right? Hulle is door volk erkend. Is dit recht? But they have not their temple worship yet. Maar hulle het nog niet hulle tempel aanbidding niet. And when they establish the temple worship, the church will be gone. En wanneer hulle die tempel aan binnen tot stand brengt, zal die kerk weg wees. God will be dealing with the Jews as a nation.
God zal met de Joden handelen als een volk. And then, when they are brought into this confederation, Rome will break it in the middle of the 70th year. En dan, wanneer hulle aangebracht worden in die confederatie, zal Rome het verbreken in het middel van het 70ste jaar. 3.5 years he'll break that covenant with them and cause the abomination that maketh desolation to spread to the consummation. 3.5 jaar zal hij daar die verbondmiddel verbreken en die goddeloosheid veroorzaakt wat vernietigend zal verspreid tot die volleinden. Then he'll take both Protestant and Jew and persecute them. Dan zal hij beide die protestant en die jood nemen en hulle vervolg. And at that time these two prophets will stand up and curse the earth that she'll not rain in the days of their prophecy. En daar het zal hier die twee profeten opstaan en die aarde vervloek, dat zij niet zal rain in die dagen van de profetie niet. They'll call fire out of heaven and everything else. En hulle zal vuur uit de hemel roep en enig iets anders. You just wait, we got a lot laying here so far to learn. Wacht jullie net, was het baai wat hier leidt, wat voor ons wacht om te leren. Oh, what a great God he is. What a merciful Father. Wow, wat een groot God is hij. Wat een genadige Vader. Friends, let me say this as your pastor. You don't realize the privileges that you're living under. You don't realize. Vrienden, laat me dit zeggen als jullie pastoor. Jullie beseft niet die voorrechten waaronder jullie leven niet. Jullie beseft niet. There's many great men, there's many saints. There's thousands of holy men that died in years gone by, spiritual men, who would have loved to see the saints you're living in. Daar is baie groot mannen, daar is baie heiliges, daar is duizenden heilige mannen, wat gesterven in vergangen jaren, geestvervulde mannen, wie hier die dag graag zou zien waar in jullie leven. Let you not take advantage of it. Laat ik en jij voordeel trek daaruit. What else have we got to look to? Wat anders het ons om nou uit te zien? What can we do after this? Wat kan ons hierna doen? Where are we going? Waar naartoe gaan ons? What's going to happen? Wat gaat gebeuren? We gotta go somewhere. You can't stay here all the time. Oh, ze moet ivers heen gaan. Jij kan niet altijd hier blijven. You can mow your grass. Next week it needs mowing again. Yeah, twice before that time. Jij kan je gras snijden. Volgende week moet het weer gesneden worden. Ja, twee keer voor die tijd. You can raise your children. You feed them their dinner. At supper time they're hungry again. Jij kan je kinders groot maken. Hulle middag eten geven. Tien avond eten als ze weer honger. Feed them at supper. They're hungry again the next morning. Voor ze bij aan het eten, dan is weer de volgende ochtend honger. You buy them a pair of shoes. If they're like mine, about 2 to 3 months, you buy them another pair. Jij koopt voor een paar schoenen. Als het zoals mijn is, omtrent 2 of 3 maanden, koop je voor een ander paar. You buy them clothes this month. A month or 2, you buy them new clothes. Jij koopt voor een kleren hier die maand. Een maand of 2 koop je voor een nieuwe kleren. See, there's nothing continuing. There's nothing stable. There's nothing that can stand. Zijn, daar is niks aan houden niet. Daar is niks stabiel niet. Daar is niks wat kan staan niet. Covet not this world's vain riches that so rapidly decay. Begeer niet hier die verse zinloze rijkdom niet, wat zo vinnig verweer. Build your hopes on things eternal. They will never pass away. Hou je hoop op eeuwige dingen, hulle zal nooit vergaan niet. Time is filled with Swiss translation. Not on earth a moon can stand. Tijd is gevuld met vinnige verandering. Niks op die aarde kan vaststaan niet. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. Bouw je hoop op eeuwige dingen. Hou vast aan God's onveranderlijke hand. Hold vast aan God's onveranderlijke hand. Hou vast aan God's onveranderlijke hand. Build your world of with a German. Hold fast on God's unchangeable hand. Listen, when your eyes raise here for 2 years, hij zal ons dat weten wanneer het nabij is. Als ons aan God getrouw wordt. Mooi en jouw rotsteest en die eerlijkheid. Daar die gezalte staat. Wat ons bevraagt. Ziel ons kroon. O pas aan God. Zo'n monden aan de kant. O pas. Oh,
song. Song for all the hearts. Hear me, bells, the sun was a light on me. But to a banner, but here, but your hope of ever a day, but somewhere, but honey, oh boss, and not to ever under the heart. Oh boss, I want someone from under the heart. Let me bow our head. If you've never touched his hand, won't you just come to it now? As jij nog nooit zijn hand genomen hebt, zal jij niet net nou komen in te doen. Oh, was aan God zijn onverwandelijke hand. Voor jouw op eeuwige dingen. Oh, was aan God zijn onveranderlijke hand. Klein meisje, jij is een prachtige klein dochterkie nou. Jouw klein haartje is mooi, jouw klein wangetje is rooi. Maar je weet, dit gaat niet morgen weer. Totdat, alles zal verdwijnen. How do we know that next week the bugs will not be eating the ground or spread over all the cheese? Hoe weet ons dat volgende week de gogas die zal eten in de grond en daar die prachtige kleine rode wangetjes niet? Young brother, your strong, big strong muscles, you have great anticipation. Jong broer, jij sterk, groot, sterk spieren, jij hebt groot verwachten. Thank you, Bob. Just tomorrow, that pretty curly hair will sit out, what you got left will turn gray. Maar na rukkie net morgen zal daar die mooie krullige haren uitvallen. En wat die oor het zal grijs worden. And big straight shoulders will sit down. The bugs are going to eat in the arms and the flesh. Daar de groot rechtuit schouwer zal krom trekken. En die gogge zal beginnen eten in die arms en in die vlees. They'll pack you away into the dust. Alles zal je wegdraaien in die stoffen. So blow your hope of ever a jungle song. Wait the back honey. Oh, pass on for the unveranlijke hand. Oh, pass on for the wel, heer, jullie verkoppelijk in zijn hart neemt nog voor je hoop op je gedangen. Oh, was aan zijn onveranderlijke hand. Dan wanneer hier die reis voltooid is, dat zal wees een dag als je aan God het loon was. Mooi en jader, je thuisde en die eerlijkheid, wat je weggeraakt is, zeer zal aan school. Hoe kom je niet pas aan God zo onveranderlijke hand neemt? Oh, pass on God, so on the underground. Oh, you're not up ever again. Oh, pass on God, so on.
von vorangegangen. Many sights have I seen. For your 31 years behind the desk. Baie gezichten heb ik gezien, baie amper 31 jaar achter die lessenaar. I've seen sad sights, I've seen glorious sights. Ik heb treurige gezichten gezien, ik heb wonderlijke gezichten gezien. The saddest sights that I ever seen in my life, as much as I've seen starving children in the street. Die treurigste gezicht wat ik in mijn leven gezien heb, hoewel ik kinders in de straat gezien heb, wat van honger doodgaan, ik moeders gezien heb, wat voor één stukje brood bedel. Treurigste ding wat ik ooit gezien heb, is om een man te zien, een menselijke wezen, en met de zin van God behoort te weer sterf zonder om God te kennen. I remember a woman standing at the door one night in this church, laughed at me and said, I wouldn't let my cow have the kind of religion he's got. Ik onthou een vrouw wat bij die deur staan in aan van hierdie kerk, gelacht voor mij, en gesê, ik zou niet mijn koei die soort godsdienst wat hij het toelaat niet. Less than 1 hour I was called to the hospital. Minder als een uur was ik naar die hospitaal geroep. Beautiful woman, about 20 years old. She was screaming, get that preacher here. Prachtige vrouw, omtrent 22 jaar oud. Zij had geschreeuwd, krijg daar die prediker hier. Zij was katholiek van geloof. Now walked up, the old sister said, you're too late, brother. She died about 5 minutes ago. Twee ik naderloop, heeft die old sister gezegd, je is te laat, brother Branham. Zij heeft omtrent 5 minuten geleden gesterven. I said, can I see her? Ik heb gezegd, kan ik haar zien? Gezegd, ze heeft geschreven voor jou in haar laatste woorden. Krijg daar die prediker, broer Branham. Haar man was daar aan die schreeuw. Zeg gebed voor haar, zeg gebed. Ik heb gezegd, het is te laat nu. I pull the cover down. Ik heb die bedekking afgetrek. She had great big brown eyes, beautiful woman. Little freckled across the face, auburn hair. Very attractive. Zij heeft groot bruin oog gehad, prachtige vrouw. Klein sproekjes oor haar gezicht, rooie bruin haren, baie aantrekkelijk. She suffers the heart of the freckles stood on her face like pimples. Zij heeft zo hard geleid dat die sproeten uitgestaan op haar gezicht zo'n spuitjes. Her eyes were both somehow to stop it like that. Haar oog uitgepeul uit de kasten zoals daar die. Of course her bowels and kidneys had acted, which is in the everyone does that as you're dying mostly. En natuurlijk, haar ingewanden en nieren het gewerk. Wat is in die, allemaal doen het, zoals we sterven, meestal. And there she was laying in that condition. En daar was zij, geleend daar in toestand. Her mouth open, and her lid should have half covered the brown part of her eye. Haar mond op, en haar ooglidde hier, het die bruin deel van haar oog half bedekt. I'll never forget it. Ik zal het nooit vergeten nie. That song comes to my mind. Daar die lied het in mijn gedachten gekomen. Begeer neer die wereld, zijn edele rijkdom en nie. Skoonheid zwier. Ik heb gestaan aan die zij van een man recht hier oorkant in Port Fulton, stervend. They call me to his bedside. Had mij geroep naar zijn bed. And I prayed when he hit all the one night. He put his arm around a woman. I said, take your arm from around that lady. En ik heb voor hem gebed in hand hier bij de altaar. Hij heeft zijn arm om een vrouw gezet. Ik heb gezegd, neem uw arm weg om daar die dame. He said, I'm leaning to God. Hij heeft gezegd, ik leer naar God. I'm not your arm around her. I don't believe in such stuff as that. Ik heb gezegd, nieuw arm om haar niet. Ik geloof niet in zulke goed zoals dit niet. He got angry and stomped out the door. Hij heeft kwaad geworden voor mij. Hij heeft weer de deur uitgestormd. I went to him a little later when he was dying. Ik heb naar hem toe gegaan een beetje later, toen hij stervend was. Hij heeft me in de gezicht gekeken gezegd, moet niet voor mij bed die broer Bal, ik is verloren, ik is daar weer in. But all I ever gained has been gone. Gezegd, alles wat ik weet bereik heb, is weg. As soon as I turned the corner, no peace from here on hate, to a man that called me in the bedside of the dying. Ik heb recht hier buiten op die hoek gestaan, een klein eentje hier vandaan. Na een man wat mij geroepen heeft naar zijn bed toen hij sterven was. He said, I always want such and such and such.
Hij heeft gezegd, ik wil altijd zo en zo en zo gehad het. Hij heeft gezegd, maar ik doe die Heer gedien niet. Baie keer dat ik terug al om naar die altaar te gaan. Hij heeft gezegd, broer Branham, wil God mijn klein dochtertje zal laten voor goed voor die dingen wat ik gedoen heb. Misschien kan zij iets voor de Heer doen. Ik heb gezegd, dit kan niet gedoen worden, die broer. Die dingen wat je kon gedoen het, is verloren. Should thy man see fight devils for 24 hours, should devil to stand on his bedside with chains wrapped around the neck. Gestaan weer man, om duivels zien bevecht voor 24 uur. Gezegd duivels staan weer die kant van zijn bed met kettings gedraaid om hun nekken. Don't let him get me. Scream and hold him in the bed. Gezegd, moet niet laten hem mij krijgen, schreeuwend om die bed gehouden. There he stands, think you see it, it's coming after me. Gezegd, daar staat hij, kan hij dit zien niet? Dit komt achter mij aan. He put off God too long. Heeft God te lang uitgesteld. Had big barn, full of hay, full of wheat, fine race horses. Het groot schuren vol wee gehad, vol vlees, prachtige renperden. A year before they cursed God to his face, sat his wife for going to the tabernacle. Een jaar voor dit, heeft de God in zijn aangezicht gevloekt. Zijn vrouw geklapt omdat zij naar die tabernakel gaan. You know what happened? Jullie weet wat gebeurd het? Lightning struck his barn, killed his horses, burned up his hay. Weerlijk het de schuur getreft en zijn paarden doodgemaakt, zijn wee verbrand. The man died and sometimes it fell fighting devils off of him. En die man is gesterf in een zekere soort betoering. Duivels aan die weg, weg van hem. And an old friend of mine, Lori, said another, come to me in the road. Een old vriend van mij, Glory, wat oor kan gestaan het. Het aan de ene van die pad gekomen. So are you going, Dad? Ik heb gezegd, als je aan die gang, pa? This is it, Dad. Gezegd, hier is dit, Billy. I said, how is it? He said, all well. Ik heb gezegd, hoe is dit? Hij heeft gezegd, alles wel. So bring my children up alongside the bed. Gezegd, breng mijn kinderen langs de kant van die bed. Hij heeft zijn oude zwak handen op elk van zijn kinderen gezet en gezien. Zij twee ziens vertel, gezegd, hang mijn hand op, stieg op, zoals Joshua en Caleb gemaakt het. Gewonder wat hij gaan zeggen. Hij heeft gezegd, gelukkige dag, gelukkige dag, sinds Jezus mijn zonde weggewassen. Hij heeft me geleerd om te wachten in bed en jubelen te leven elke dag. We got some of those things to come, friend. Oh, zijn sommige van haar die dingen om bij te komen, vrienden? No wonder what desires. To eat good food, God and I shall move you. Have the best that we can have. Niemand anders als wat begeer om goede kost te eten, mooie moeder te rijden, die beste te hebben wat ons kan hebben. I blame you, that's all right. God wants you to have that. Ik blameer hem niet, dat is alles recht. God wil hebben, je moet het hebben. Maar begeer niet hier die wereld zijn eigen rijkdom niet. Wat zo vannen verweer voor jou op je gedangen. Als al nooit vervangen. Laat ons nog eens handen opsteken terwijl ons zang. Gewaas aan God zijn onveranderlijke hand. Gewaas aan God zijn onveranderlijke hand. Voor jou op je while we stand, let's just turn around and shake hands with somebody now. Terwijl we staan, laat ons omdraaien en anders schud met iemand nou. We're going to continue on the service just a moment. Ons gaan die dienst laat voortgaan, net een oomblik. But I want you to turn around while we sing another verse of that song.
Maar ik wil heer, jullie moet omdraaien terwijl ons nog een vers zingt van haar lied. Gewaas aan God ze onveranderd. Doen dit vader, doen dit pa aan God. Doen dit vader, doen dit pa aan God. Doen dit kinder, doen dit broer, doen dit broer. Loop je op eeuwige dingen. Gewaas aan God ze onveranderd. Aren't you glad, Barney? Say amen. Amen. Shall we pray for all me? Say amen. All that love him, say praise the Lord. Praise the Lord. All wat een liefheid, say praise the Heere. All that believe that you're going to that city four square, raise your hand. Yes. Amen. All wat gloed dat jullie naar die vierkantige stad gaan, steek uw hand op. Oh, just a minute with your song. Well, net een oomblik met jullie lied. Ah, bestemd daar, prachtige stad. How is that go now? Hoe gaan het dan? Lord, as prepared for you, where all the redeemed of all angels sang glory song, Lord, on thee, with throne, of Tema, beloved, swoon of the Yemen. In the early gates, when they died, shall it score. When the flame shall it miss, when the other may the Lord see. And there the prophet stepped from God. Don't you like that? How you need that, Vinny? It was the stamp for that prophetical stuff. Maar die we bereid met zijn eieren. Waar al die verlossenis van al die nieuwe. Glorie zal zijn rondom die we troon. Wat maar thema, verlang ik zo naar die jemen. En die vreugde, wat ik daar zal aan schoon. Wat een vreugde zal het wees. Wanneer mij verloopt, zal zien. En daar prachtige stad van God. Ja, Lavin. Heb je lang lief? Neem. Dat die naam van Jezus zijn met je. Kunt van zwaar en van nood. Wil de en vertroosten geer, neem de wandel waar je gaat. Heere naam, oorzoek, wat van die aarde, vrede van je meer. Heere naam, oorzoek. Then we'll try the Lord when he gets you in time. I have prayer for the sick. Next Sunday morning at 9:30. No, moet niet vergeten, volgende zondag 9:30. En dan zal ons proberen, als de Heer wil, om hier te gaan in tijd, om gebed te hebben voor die zieken. Volgende zondagochtend 9:30. Wij genden tot de naam van Jezus. Al ons vermoedig aan zijn voeten. Wenen van die konings en die hemels glorieën, als ons mens voltreus. Hemel en naam, hemel en naam, world soup, world soup. We van die aarde en vleer, de van hemel. Hemel en naam, hemel en naam, world soup. Work on the earth and through death on the earth. Just listen to this verse. Luister net aan jullie vers. Wij genden tot die naam van Jezus. Als een schuilen van elke streng.
wanneer verzoeken rondom jou samen. Ja, luister net naar die heilige naam en gebed. Het is al die hele naam, die waren naam. Worship, we van die aarde in prayer. We van die jemen. Die waren naam, die waren naam. Worship, we van die aarde in prayer. Nou gee ek die diens oor aan die pastoor, broer Neville, vir sy afsluitingswoorde, en wat hy ook al mag sê.